goedemorgen, middag of avond, ach, wat maakt het uit? Het is gewoon u die luistert naar deze podcast. Ze heet Tweespraak en brengt vier mensen samen rond één microfoon. Twee ervan stellen vragen, Pieter-Jan en Steven. Twee generaties, elk met een eigen persoonlijkheid en visie, maar ook met de raakvlakken die hen bindt. Twee gasten vullen het kwartet aan, bekend of minder bekende medemensen die iets te vertellen hebben. Een beklijvend verhaal dus, een gesprek onder vier ogen in het kwadraat. Welkom bij Tweespraak, welkom in Tinkage. Dag Pieter-Jan. Dag Steven trouwens. Je kent jezelf. Ja, zeker. Wie zijn onze gasten vandaag? Dat is niemand minder dan Sophie van Rafelgem en Mathias Sercu. Van harte welkom. Hallo. Hallo. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Nee. Ik had eigenlijk, moet ik bekennen, geen idee. Ik heb je gegoogeld. Ja. Wel, ik kan het maar meteen toegeven, maar ik ben een grote fan. Oké. <Okay. laughs> Dus ik ga mij niet te starstruck uiteraard, maar ja, buiten de zone uiteraard. Ah, toen ik tegen iedereen zei dat ik podcast mocht doen met Obi. Ja, voilà. Okay. Dat gaan we goed. Ja. Goed begin. Top, super. Wat heb je gevonden op Google over Sophie eigenlijk? Nog iets anders dan bier? Of? Zeker. Ik vond het een zeer interessante, omdat het toevallig ook de laatste tijd enorm in mijn leven opduikt. Dat zijn die man-vrouw verhoudingen. Ik vind dat razend interessant. En ik botste op uw open brief dat je geschreven had aan Fernand Huts. Ik vond dat de max. Ik vond dat echt de max. Dat was een Fernand Huts. En ik was eigenlijk geschrokken, want het ging over 2016 of zo. Ja, ja. Hij heeft onlangs weer zo'n interview gedaan. Hij heeft onlangs weer zo'n uitspraak gedaan over de vrouw. En het komt er eigenlijk op neer dat de vrouw de oorzaak is dat het economisch niet meer zo goed gaat. Het feit dat de vrouw is gaan werken en zich God betert met zaken doen is gaan bezighouden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Ja, ik vond het een fantastisch weerwoord. Ik vond het heel mooi wat hij daarop wat hij zei. Dat is echt, je moet eigenlijk, de Fernand Huts versie eerst lezen. Of ja, dat is waar. Shocking. Mm-hmm. Ja. Shocking, in onze tijd. Mm-hmm. Echt waar. Dat zijn van die figuren. Oh mannen, ik word daar zo kregelig van. En lag dat waar. Zo gevoelig dan, Sophie? Wat is dat? Dat is Donald Trump. Ja, Komaan. Dat is van dat soort paternalistische jaren 50 gezeik. Dat je denkt, meen je dat nu nog? Mm-hmm. Werkelijk? Ja. In mijn inleiding inderdaad heb ik dat ook geschreven van... Toen ik het eerst las, dacht ik dat het een fragment was van jaren geleden. En als zoiets ziet. Ja. Nee, dat is goed. Ja, je gelooft het niet. Zeker in een... Want dat vond ik vooral goed, omdat je kunt kwaad zijn op zoiets en dan, je kunt daarop gepikeerd reageren of zo, maar het was een zeer onderbouwde reactie. Mm-hmm. Want er zijn ondertussen, inderdaad, zoals dat je schrijft, al tal van studies en... Dat is gewoon al bewezen, als je kijkt naar Scandinavische modellen en een heel de boel, hoe dat er in bedrijven aan toe gaat, dan weten we nu toch ondertussen wel al beter dan wat de Fernand Hutsen van deze wereld denken. Hè? Zeker. Absoluut. Zeker. Ja. Ik ga terug naar de inleiding. Je hebt iets verteld over Obi. Voor onze jonge luisteraars, wie is dat? Ook al ja. Ja, nu voel ik mij ook al wat ouder. Meteen. Ha! Hoe moet ik mij voelen, eigenlijk? Ja, buiten de zone. Jeugdserie, als me niet vergis, 1994. Ja. Mijn geboortejaar trouwens. De eerste reeks is opgenomen in 1993 en uitgezonden in 1994. Tweede reeks opgenomen in 1995, uitgezonden in 1996. Ik heb dat nooit gezien trouwens. Ja. Is dat een gat in mijn cultuur? Dat is fantastisch. Dan absoluut. Moet je zeker, ga ik zeker kunnen opdragen dan. Ja. Het is wel grappig, want mijn dochter is nu, die wordt 23. Mm-hmm. En toen ze 18 jaar was, kwam ze terug van een scoutskamp. Ze was al 18, ze kwam terug van een scoutskamp. En ze zei, papa... Buiten de zone. Hebben wij dat op DVD? Ik zeg, ja, we hebben dat was toen net uitgekomen. Dat heeft heel lang geduurd. Ik zeg, ja, dat ligt daar. Ja, dan ga ik dat toch eens bekijken, hoor, want ik kan niet meepraten. Ja, maar kan dat goed lopen.
Beten is wonen. Maar die grapjes blijven ook nog altijd leven. Alhoewel, ik had er ook iets over gepost vandaag en dan afgesloten met... maar ik zal eerst om koffiekoeken gaan. Ja. Dat zijn echt insights. Ja, voilà. En dan merk je dat mensen van mijn zeker. Geboortejaren of daar rond daar allemaal op gereageerd hadden en dat superleuk vonden. Ja. Ik herinner mij de roze ridder. Ja. Dat is, ik denk dat dat, dat is absoluut de hoogtepunt van mijn carrière natuurlijk. Ik word daar heel vaak op aangesproken. De roze ridder, de rol van mijn leven. Ja. Dat was een aflevering waarin ik alle homo's speelde. Ik weet, een verwijfde stuntman, de verwijfde Hitler, de roze ridder. Ja. Dat was allemaal in dezelfde aflevering. Ja. Dat dringend, je moet een binge-watchen. Echt, dan zeker, iconisch. Zeker. Oké, top. Ja. To do na vandaag. Absoluut, ja. We zijn warm gedraaid. Ik denk dat we kunnen starten met de eerste vraag, Pieter. Zeker. Wel, de eerste vraag is, lijkt misschien een heel normale vraag, maar is misschien niet zo evident. Maar welk moment heeft uw dag of week gemaakt? Misschien begin met Sophie. Goh, ik vond dat eigenlijk een moeilijke vraag. Mm-hmm. Ik heb zo een eigen instelling, dat hoe druk het ook is op een dag, dat ik altijd een moment probeer te nemen, minstens een uurtje dat ik niet werk. Mm-hmm. Al is het met de hond gaan wandelen of mij een goed bier inschenken en ervan genieten. Gewoon kleine dingen. Dat heb ik eigenlijk vroeger geleerd. Door zwaar ziek te zijn, eigenlijk dat die momenten het meest betekenen. Dus hij zei, wat heeft je dag gemaakt? Ja, iedere dag probeer ik zo'n moment te zoeken, in feite. Ja. Mm-hmm. Want je kunt gaan voor je dromen en je doelen, en dat doe ik ook. Maar als ik één dag geen enkel leuk moment heb gehad, dan vind ik dat altijd een beetje een verloren dag. Maar dat hoeft niet veel te zijn. Ja. Had je vandaag al zo'n moment? De wandeling. Met niet naar hier, hoop ik toch? Nee, zo sportief ben ik niet. Nee. En dan straks waarschijnlijk met mijn man toch wel genieten van een biertje, om erop te klinken, dat wel. Ja, want bier is toch wel iets vrij belangrijk, denk ik ook. Nee. Boah. Ja. Bier, het is mijn beroep, het is mijn passie. Mm-hmm. Dat is een zot iets, in feite. Ik zeg dat vaak, het is voor mij een koetvoederen geweest met het product, omdat ik het zo mooi vond, de passie ook van de brouwers erachter enzovoort. Ja. En daar totaal in gerold. Maar ik had nooit kunnen voorspellen dat ik op dit punt zou komen, want ik heb rechten gestudeerd. Amai. En je ziet tot wat het kan leiden. Ja. En nog een master in communicatiewetenschappen aan Gent ook. Okay. Dus en dan al aan de slag als journalist, schrijven over onder andere reizen. Mm-hmm. En dat door toeval in feite kunnen meewerken aan een project waar we brouwerijen en bieren konden in kaart brengen. En als je dan in die brouwerijen kwam, ik was omvergeblazen. Ik dacht dat het een simpel product was, maar het was eigenlijk een heel rijk product. En niet alleen, en ook een heel eerlijk product. Nee, en er zat zoveel achter dat ik heel snel merkte, ik schrijf eigenlijk veel liever over bier dan over reizen enzovoort. Dus dan heb ik die switch gemaakt. Ik heb zo de indruk, ik kan als een totale leek overkomen, maar dat er de laatste jaren, ik ga dan spreken over Gent bijvoorbeeld, enorm veel aan het bewegen is daar rond. Veel nieuwe bieren of zo. Dat ik, als ik in Gent ergens bijvoorbeeld naar een voorstelling ga, en daarna, je hebt zo een aantal bieren waar ik vroeger nog nooit van gehoord had, waarvan ik dan vermoed dat het nieuwe zijn. Of terug... Of misschien oude die ze terugmaken, dat beide, kan waarschijnlijk... Beide, voilà. Eigenlijk. Het aantal brouwerijen en bieren stijgt gigantisch. We zitten nu rond de 350 brouwerijen erkend. En is dat veel, is dat weinig? Wel, 2 jaar geleden bijvoorbeeld zaten we nog op 175. Amai. Dus dat gaat al snel. Mm-hmm. Maar voor Wereldoorlog 1 hadden we ongeveer 3500. Dus... Ik kom uit een dorp midden in West-Vlaanderen, Ardooien. Mijn vader had een drukkerij en achter de drukkerij lag de brouwerij. Mm-hmm. En dat was... Ja, ik heb het nooit meer meegemaakt, maar dat was een bier, Ardos, heette dat. En ik denk dat er heel veel dorpen waren waar gewoon hun eigen bier bestond. Ja. Ik heb het niet gekend, Ardos, maar het is inderdaad... Ja, dat was... Ja. Wordt ook wel veel gedaan, denk ik. Hier ook bijvoorbeeld. Wij hebben onlangs 2 brandingprojecten gedaan. Er worden al 2 eigenlijk 2 nieuwe biermerken die vanaf nul starten en die een etiket ervoor nodig hebben. Ja, dus voilà. Ik merk het zelf ook wel, dat inderdaad iets is die toch vrij belangrijk blijft, denk ik dan.
Ja, ja, en wat hij zegt is waar. Vroeger had ieder dorp zijn brouwerij, mm-hmm. en zelfs meerdere. Mm-hmm. Als je kijkt rond 1900, had Gent ongeveer 100 brouwerijen. Dat was gek. Ja, Jezus, man. En ergens zijn we daar een beetje naar aan terugkeren, want het zijn heel veel districtproducten, heel veel kleine brouwerijen die starten. Pas op, niet allemaal. Ook die oudere merken die revival kennen. Mm-hmm. En soms ook middelgrote brouwerijen die starten. Maar ergens is het wel zo dat je het overal in de streken ziet opleven. Ja, toch wel. Okay. En ik vroeg me daarnet nog gewoon af, omdat we ook aan het kijken waren, hoe omschreven nu het beroep zelf? Is dat bier sommelier? Is dat bier... Ja. Experte, bierkenner. Biersommelier klinkt wel cool. Chic, vind ik. Ja, wel. Ik gebruik vaak biersommelier, ook omdat dat het meest duidelijke is. Mm-hmm. Ja. En ik werk ook met restaurants, verschillende restaurants, mm-hmm. en hotels over de wereld. Maar ergens werk ik ook vaak gewoon als expert. Dus, ja. En dan een bierkenner noemen ze eigenlijk een citoloog. En dat is... Citoloog. Ja, gelijk oenoloog. Oinos is oud-Grieks voor wijn. Citos is oud-Grieks voor bier. Een citoloog. Okay. Ja. Okay. Ik heb dat bijgeleerd vandaag, Steven. Hopla. Top. We gaan naar Matthias. Ja. Is er een moment dat jouw dag of week gemaakt heeft voor jou? Ja, dan moet ik gewoon naar gisterenavond gaan eigenlijk. Wij hebben gisterenavond gespeeld voor een volle zaal van 500 mensen. Een benefietconcert samen met mijn broers. Mm-hmm. De voordelen van buddywerking voor mensen met jong dementie. Oké. Okay. Wij spelen met de broers eigenlijk... we hebben heel lang getwijfeld over de naam voor onze groep. En uiteindelijk zijn we gestrand op de broers, omdat dat het simpelste is. Maar we merken dat de mensen heel vaak de broers circu zeggen. En omdat dat natuurlijk beter de lading dekt, want er zijn nog wel broers op de wereld. Maar... Wij hadden eigenlijk even goed de benefietbroers kunnen kiezen, want wij spelen bijna altijd benefiet. Wij zijn een beetje ingebed in de sociale sector in West-Vlaanderen, heb ik de indruk. De ene keer spelen we voor de kankerliga, de andere keer voor autismewerking, dan voor de palliatieve, nu voor die buddywerking. En dat is altijd deugdend. Ja, zo mooi. Ik ben natuurlijk professioneel veel bezig op podia, maar dat is anders. Dat is ook tof natuurlijk, mm-hmm. maar als je daar dan staat en er is een volle zaal, die komen allemaal voor dat goede doel, je voelt dat daar is een soort warmte, een soort mm-hmm. generositeit, een soort... En ik ben dan altijd onder de indruk van al die mensen die daar belangeloos zich voor die verenigingen inzetten. Ja. En dat is echt, ik vind dat raakt me altijd. Mm-hmm. En als ik dan met mijn broers daar op zo'n podium sta, en dan komen achteraf ook mensen zeggen van, dat is zo schoon, eigenlijk dat je er toen zo, hey, broers onder elkaar. En dan denk ik, voilà, kijk, ons moeder zou fier zijn. Zeg. Ja. Dat is dan tof. Dan denk ik, voilà, dat hebben we goed gedaan. Amai, chapeau. Ja, maar sowieso, ja, uiteindelijk. Warm moment naar leven, soms... Voilà. Ik denk dat het ook anders is als je met broers samen iets creëert. Ja, ik kan dan eigenlijk met niets vergelijken, eigenlijk. Maar jullie zijn thuis met... We zijn eigenlijk met zeven. Zeven, wauw. Okay. Ja, we hebben nog een zus. Mm-hmm. Maar ja, de band heet De Broers, dus... Oeps, die moet de koffers maar dragen. En ik heb één broer met autisme, dus die mm-hmm. is niet bezig met muziek of mij. Mm-hmm. Dus de andere vijf, wij maken samen muziek. En het is wel zo dat enorm versterkt is. We zijn enorm... We hingen al goed samen, maar dat is alleen maar versterkt door eigenlijk door één, de diagnose van mijn oudste broer, die kanker heeft. Ja. En door de dood van mijn moeder. Ja. Dus dat zijn zeer ingrijpende dingen. Hè? Zeker. Dat is dikwijls zo in het leven. Hè? Als er iets heel ingrijpends gebeurt, dan gaat inderdaad de dingen, ik hoorde het u daarnet zeggen, de kleine dingen, je moet altijd minstens op een dag iets hebben waarvan dat gevoelt, dat is gewoon waardevol. Ja, zeker. Waardevol, zonder meer, zonder dat het economische betekenis heeft. Nee, sowieso. een andere waarde. En dat is, dat zijn die dingen. Mijn broer, vooral duidelijkheid, die kreeg zijn diagnose, het is ondertussen meer dan 7 jaar geleden. Mm-hmm. En toen zeiden ze, dit type kanker, gemiddelde levensverwachting 16 maanden. Amai. We zijn 7,5 jaar verder. Mm-hmm. Oké. Okay. En voilà, we stonden gisteren op het podium samen. Hij is een bassist van de groep. En ik heb de 3 dagen ervoor, want ik heb een nieuw project opgericht net, Matthias Circu en de opportuniteiten.
En daar speelt hij ook bas in. Dus we hebben ook de 3 dagen ervoor opgetreden. Eén keer per jaar ga ik met hem een week of 10 dagen, wij met ons tweeën, alle twee met de motto, met een klein tentje, weg. Naar, weet ik veel, want dat warm is meestal dan. Ja. Hè? Ja. En ja, dat zijn momenten om te koesteren natuurlijk. Zeker weten. Ja. Zeer mooi. Ja, ja, dus, warme momenten, ja, dat is altijd belangrijk ook. Mm-hmm. Zeker. We gaan naar vraag 2. Bedankt trouwens ook voor jullie openheid en hartelijkheid. Dan mogen we even testen. Ja, dat appreciëren we enorm. Ja. Ja, dat is ook de, want ja, voor ons is het natuurlijk ook de eerste keer, luisteraars weten dat niet, maar ja, voor ons is het natuurlijk ook een beetje een stap in het onbekende. Dus, perfect. We schieten in de rozen met die gasten, denk ik. Super, zeker. Ik denk, vraag, als je niet open bent, dan moet je niet babbelen, vind ik. Ja, nee, maar ja, inderdaad, dat is ook een beetje de opzet van een podcast. Is inderdaad dat er eigenlijk heel los zijn. En dat is ook de bedoeling, denk ik, voor de luisteraars, dat ze op een heel losse manier naar jullie verhalen kunnen luisteren. En vooral een beetje de persoon zelf nog wat beter leren kennen. Weg van de clichés. Ja, dat was eigenlijk ook wel de bedoeling. Ja. Niet de zoveelste keer over het bier of over waarom ben je nu acteur geworden en zo van die dingen. Ja, omdat ik moest van mijn ouders. Ja, voilà. Oké. Okay. Sophie, wat is de beste investering van maximum 100 euro ooit in jouw leven? Dus niet grote geld, maar 100 euro max. Weet je dat? Ik vond dat ook niet gemakkelijk om op te antwoorden. Goh, ik kwam eigenlijk op 2 dingen terecht in die zin. Ik ben geen verzamelaar. Niet, je kunt zeggen in bier, maar ik probeer gewoon vooral bier te proeven. Het enige wat ik echt verzamel, en daar durf ik wel eens in investeren, is poëzie. Mm-hmm. En echt oude bundels gaan zoeken. Bijvoorbeeld naar het Boekendorp Redu. En dan in die winkeltjes gaan zoeken. Oh, nostalgisch. Ja. We gingen vroeger dikwijls op vakantie met het gezin in de buurt daar. Mm-hmm. En dan gingen we altijd een keer naar Redu. Zo wat rondwandelen met ons pa en dan, mijn ouders in Redu. Geweldig, het Boekendorp. En waar ligt dat? Ik ben dus ook inderdaad misschien wat jonger ook. Dus... Ja, dieper in dat is echt een dorp waar... Dat zijn alleen maar... Ja, dat is allemaal boekenwinkels en boekendingen en is dat een beetje vergelijkbaar met Damme, wat toch ook die naam heeft? Of is maar, dat anders? Ja, het is vergelijkbaar, maar het zijn nog meer winkels. Vroeger wel... Ik denk en ook, Damme en ook dingen, hè. Handgedept papier en van die zeefdrukken, dingen. Alles in... alles. Okay. Ja, moet eens naartoe gaan. Oké, dan komt het. Ja. En ze hebben ook, denk ik, een dag waarop ze, ik weet niet wanneer het is, een festival. Mm-hmm. En dan doen ze nog meer rond boeken en literatuur. Mm-hmm. Maar dat is wel de moeite. En dus een dichtbundel dan? Ja, bijvoorbeeld, een van de pareltjes dat ik ooit heb gevonden in Redu is een hele oude versie van Verlaine. En het was niet zo goedkoop, maar voor de versie was dat eigenlijk toch een koopje. En zo van die dingen probeer ik te zoeken. Lees je daar veel in dan? Oh. Ja, maar dat is gelijk voor mij een doos praline. Af en toe neem ik er eentje uit. Ja, ja, voilà. En lees ik eentje en dan steek ik het terug. Ja, ja, dat is, dat blijft zo wel. Vroeger schreef ik ook graag, maar dat ligt al lang stil. Ik hoop ooit een keer terug de rust en de tijd te vinden om dat te doen. Want ik vond dat wel heel deugdend. Ja. Het heel louterend om te schrijven. Ja. Ik heb ook zelfs meegedaan soms aan poëziecompetities, maar dat was toen ik 15, 16 was enzovoort. Dus deed dat enorm graag. Maar ik denk de investering, de beste, is eentje die ik nog ga doen. en dat is, ik heb mijn broer is mentaal beperkt. Mm-hmm. En hij... heeft een bepaalde conditie waar ik bijvoorbeeld niet kan rekenen en lezen ook niet. Maar ik kan wel beelden onthouden. En nu hebben wij gevonden dat hij wel zou kunnen leren werken met een iPad. En dat hij via verschillende apps kan hij dan eigenlijk pictogrammen aanduiden. Mm. En dat hij zo weg kan. En dat we misschien zelfs ook kunnen introduceren in sociale media. Mo. En dat hij dan ook heel gemakkelijk dingen kan opzoeken en zo. Dus we gaan daar nu mee starten. Oké, fantastisch. Straf. Met de leefgroep. Het zal wel iets meer zijn dan 100 euro, maar ik denk dat dat mijn beste investering zal zijn. Dus dat we zijn wel. Vandaag staan we toe. Vandaag staan we toe. Matthias? Ja, ik ben er niet... Ik vind het een moeilijke vraag. Mm-hmm. Ik ben af en toe... Ja, naar hier rijden op de motto dacht ik ook van... Goh, wat zou nu mijn beste investering zijn? Met dat dan 100 euro minder van iets dat niet duur is. Dat is eigenlijk de vraag.
En dan denk ik dat ik ook strand op een boek of een cd of zo. Want cd's worden tegenwoordig niet meer zoveel gekocht, maar ik heb nog zo... Stabat Mater van Pergolesi is bijvoorbeeld een cd dat ik denk, ja, om de zoveel tijd moet dat opstaan. Dat zal niet veel schelen, toch misschien de cd zijn van mijn collectie die meest gedraaid is, ondertussen, in de loop der jaren. Hè. Mm-hmm. Omdat dat ook zo'n deugdoende, ja, troostende cd is voor mij. Ja. Zoiets, of een boek, Stoner, John Williams, Stoner. Dat is een boek en ik heb die zeker al 4 keren gekocht, dus dan kom ik nog altijd niet aan 100 euro, want die boeken, dat is 20 euro of zoiets. Hè. Dus, en ik doe die altijd cadeau aan mensen. Ah ja, oké. Okay. Een fantastisch boek. Ik kom op zo'n dingen, want ik zou niet... Ik vind in zo'n verhaal duiken, ook de troost die een verhaal kan bieden voor jezelf, dat doet deugd. Je kunt even ontsnappen uit de wereld waar we... Ja, je kunt in een boek duiken, echt. Hè. Ja. Dat is iets dat... Zeker in onze tijden van beeldcultuur en alles moet snel. Sociale media... Constant. Constant. Mm-hmm. En bewegen. Mm-hmm. We kijken naar 3 schermen tegelijk. Mm-hmm. Ja. Dan is een boek eigenlijk... Het is bijna een manier van stilstaan en even weg. Even afsluiten van alles en opgaan in het verhaal. Ja, heerlijk. Ja. Heerlijk. En doe je dat veel zo in de week of meestal in het weekend? Ik doe dat regelmatig wel. Ja. Ja. Ik doe dat eigenlijk regelmatig, maar ik moet wel zeggen, ik doe dat meer. Maar ja, de laatste jaren zijn, zijn ingrijpend geweest. Ja. Ik heb het daarnet gezegd, hè, dus door de dood van mijn moeder, door de diagnose van mijn broer. Ik heb zelf een burn-out gehad. Mm-hmm. 2,5 jaar. Bijna 3 jaar geleden. Oké. En dan, dat heeft veel veranderd. Dat heeft heel veel veranderd. Voor mij. Ja. En mijn manier van keuzes maken met wat ik allemaal doe en wat ik nog wil doen en wat ik geïnteresseerd in ben. En wat ik kan zo gemakkelijk nee zeggen tegenwoordig. Fantastisch. Wat een bevrijding. Toch heb je ja gezegd op onze vraag. Ja, op zo'n dingen zeg ik, als ik enigszins kan, ja. Omdat ik ook al gemerkt heb dat zinvol kan zijn. Mm-hmm. Babbelen, ik babbel heel graag. Ja, maar dus ik babbel graag met mensen. Denk ik heb dit concept is dat ja, ik heb dat van ons moeder, dat is... Dat is echt zo. Ik heb, ja. Ja, het beeld dat ik van mijn moeder heb, is niet de vrouw met een dweil in haar handen of die de afwas aan het doen is. Het beeld dat ik van mijn moeder heb, is mijn moeder die brieven zit te schrijven met pen en papier of die koffie aan het drinken is en aan het babbelen. Er is altijd wel iemand, bezoek, babbelen, kaffetje drinken. Dus doet een inval. Een klapje doen, ja. Voilà. En dat is, ik vind dat super. Maar voor mij is zo'n boek lezen, dat hoort daar ook bij. Ik ben opgegroeid zonder tv. Mm-hmm. Ook wel goed, hè, voor iemand die voor tv werkt. Ja. Groot gezin, 7 kinderen, dus wij lazen sowieso een beetje. Dat was like, logisch, hè, maar ja. Het is pas toen ik 15 was dat er een tv in huis kwam bij ons. Mo. Ja. En dan nog zetten ze die boven in de tv-kamer. Die stond niet beneden in de living. Nee. Geweldig. Ja, als je wou tv kijken, dan moest je naar boven gaan. En beneden was beneden. Beneden werd er gebabbeld, waren gezelschapsspelletjes gespeeld of gelezen. Ja. Stond er muziek op, ook, dat wel. Werd de muziek gespeeld ook bij ons, dus dat was eigenlijk meer dat. Dat was echt... En... een tv, dat was boven. Ja. Zot. Maar dat was wel gezellig. Ten huis is het heel gezellig, dat was supergezellig. Ja, fantastisch. Ja. Maar dus lezen is inderdaad wel een belangrijk lezen. Onderdeel dus van... als ik echt zou denken, wat is je beste investering van maximum 100 euro ooit, dan denk ik, goh ja, een goeie boek kopen. Ja, een boek ja. Ja, nee, perfect. Ja. En voor 100 euro heb je al een paar boeken. Hè, ja, dat een paar boeken, zeker. En zeker als je dan in een tweedehands boekenwinkel gaat, dan heb je veel boeken voor 100 euro. Ja, dat is een feit. Je Pieter Jan, Stoner hebt genoteerd. Ik heb hem toch opgeschreven. Ja. Stoner. Ja, dan een keer, ja, en moet me dat nu niet kwalijk nemen dat ik dat zeg, maar ik denk dat je wat ouder moest zijn om hem echt te smaken. Ja, oké. Okay. Maar dan zal ik hem toch een keer opzoeken. Dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. Mijn leeftijd dan. Ja. Ik denk, ja, of misschien, het is misschien ook interessant. Ik heb dat ook al gehad met boeken, dat ik een boek las en dan... 10 jaar later hetzelfde boek nog eens las. En nog eens 10 jaar later nog eens.
Heel boeiend. Ja. Want dan leest je leest drie keer een ander boek. Ja, oké. Denkt hij. Ik zal het u weten zeggen. Stoner gaat eigenlijk, om het kort te zeggen, dat is het weinig opzienbarende leven van een weinig opzienbarende man. Oké. Dat is eigenlijk, maar het is zo schoon. Stoner. Ja. Zou het u inderdaad weten Ik zeggen? Ik vraag me wel af of dan een jonge gast zo van een twintiger aan die een boek veel heeft. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ja. Ik zal het u weten zeggen. Alles is opgeschreven. Goeie deal. Is het een boek dat jou aanspreekt, Sophie? Of zeg ja, ik heb hem mentaal genoteerd. Ja. En ook het album. Het album, voilà. Ja, Stabat Mater. Fantastisch. Kunnen we naar vraag 3, Pieter Jan? Zeker. Vond ik zelf een heel leuke vraag ook. Stel, je mag met één iemand een uurtje lang koffie gaan drinken. Of wat die persoon nu niet meer onder ons is, ofwel, maakt eigenlijk niet uit. Wie zou dat zijn? Maar misschien een keer beginnen bij Matthias. Het is zeer voor de hand liggend. Mijn moeder, punt. Ja, voilà. Klaar. Absoluut. Geen twijfel. Ja. Ik las die vraag direct, mijn moeder. Wat een fantastische... Ik heb ze gisteren aan mijn broers gesteld. Dat was ook zo gewoon niet zeggen... gezegd van waar die vraag kwam. Hè. Ja. Zeg, allez, je moet impulsief antwoorden. Ik vroeg het aan mijn oudste broer en die zei... Mijn grootmoeder. Ah, ja, voilà. Vond ik ook naar school. De moeder van mijn moeder, zei die. Ja. En een andere broer, Kobe, die zei ook onmiddellijk mijn moeder. Ja, ik zou absoluut nog een keer een koffie drinken met mijn moeder. Ja, zeker weten. Ja. Zo wat babbelen over het leven, en zo'n koffietje. Voilà. Nurtje zou waarschijnlijk niet genoeg zijn dan. Nee. Maar als dat de vraag is, ja. Je kunt met één iemand een uur, dan zou het zonder twijfel mijn moeder zijn. Wat zou ze bestellen waarschijnlijk? wat zou ze bestellen voor het op café, je moeder? Gewoon een koffie, zwarte koffietje, simpel. Eenvoudige koffietje. Zwarte koffie, ja. Ja, zeker, ja. En, ik zou het mij al kunnen inbeelden dat het gesprek zou lopen. Ja. Mijn moeder zou zeggen, allee jong, zeg het een keer. Hoe is het? Ja. Mijn moeder kon altijd vragen, hoe is het op een manier dat je wel moest antwoorden. Je kon het niet ontwijken. Nee. Het was geen small talk, dus dat trekt in een... Je zat direct in een gesprek. Allee, ja, dat was... Top. Als ze vroeger wist, dan was het ook om te weten hoe dat is. Hè. Ja, effectief. Ja. Een geweldige anekdote, even om over mijn moeder uit te wijden. Mijn moeder moest ooit geopereerd worden. Het was een operatie aan haar netvlies. Vervelend, heel vervelend. Ze moest dan heel lang plat liggen, doordat dat niet mocht bewegen. Maar ze had nogal een slechte rug. En zolang het u zit in Gent, en er komt een specialist aan haar bed staan... Met die papieren voor hem, en die keek niet. Dus die, je kent dat, hè? Dus die man, die had het druk. En die zegt, mevrouw Sercu, dat is allemaal in orde, goed. En als er nog iets is, en hij wou wel weggaan. En mijn moeder greep zijn arm. En als je nog iets nodig hebt, zei hij, en hij was weg al. En ze houdt hem tegen en ze zegt, een beetje aandacht en je niet geneet. En die man die is zo in de war blijven zitten. Even 10 minuten blijven zitten. Dat was zo typisch mijn moeder ook. De max. Dat was echt een goeie. Dat is een heel warm persoon ook. Ja. Top. En die had echt aandacht. Ja. Dus die kon echt, als die een vraag stelde, dan was die geïnteresseerd in het antwoord. Echt aan het luisteren. Want dat is ook nog een moeilijke tegenwoordig. Ik merk dat heel vaak in gesprekken. Je vraagt iets, of iemand vraagt jou iets, je begint te antwoorden en halverwege de zin is die alweer weg of is die gsm alweer bezig. Of onverdeelde aandacht hebben voor iets. Ja, wordt niet meer geluisterd. Nee. Of mensen geluisterd. Ja, niet genoeg geluisterd, denk ik. Maar ik denk dat dat ook komt omdat we met zoveel bezig zijn. Ja. Er zijn zoveel prikkels. Mm-hmm. Enorm. Ik las ooit een artikel, en ik weet ook niet meer waar het is, of hoe wetenschappelijk het is, maar het was een artikel die zei dat mijn grootmoeder bijvoorbeeld, die was geboren in 1896, hè, dus die mensen in heel hun leven, nee, die was geboren in Aardooien, die woonde in Aardooien, en die heeft heel die, waar we nu in leven, heel dat computertijdperk niet meegemaakt. Dat die eigenlijk... In heel dat leven, qua infoprikkels, evenveel verwerkt hebben als de generatie 18-jarigen nu op 3 maanden. Op 3 maanden, ja, klopt. Ongelooflijk. Maar dat is ook even. Maar ja, en dan zouden we ons vragen stellen hoe het komt dat we een beetje in de war zijn. Ja, soms, nee, maar dat is zo. En mijn grootmoeder zegt dat soms ook, dat ze soms zoiets heeft van, bijvoorbeeld een iPad, om nu een voorbeeld te noemen van daarnet, legt dat
flitst hij terug in de tijd en smijt dat op tafel. Bij mijn grootmoeder van toen bijvoorbeeld. Oh, man. Dat is behekst. Dat is van, tuurlijk. Wat is dat? Dat is de kleurenschermen, zo dun en dat touch. En het is allemaal ja, zot eigenlijk. Het dus, ja. is razendsnel gegaan. Ja. Hè. Maar die aandacht schiet er wel wat bij in. Ja. Misschien, ja, er is ook zo'n overprikkeling van daar en daar, inderdaad. Mm-hmm. Ik denk soms dat we in een heel sociale wereld een beetje asocialer geworden zijn. Dat een beetje ja, want dat onszelf. Is natuurlijk de grote paradox, hè. Ja. Sociale media. Ja, maar, ja, dat klopt. Dat is waar. Eigenlijk, ja. Maar dus, koffie met mama Serke. Koffie met mijn moeder, absoluut. Ja. De max. Sophie, als jij een uurtje tijd hebt, met wie ga je dan een koffie of een biertje of iets anders drinken? Wel, eerst was zo het meest voor de hand liggende, als bierliefhebber. Ja, denk ik dat er heel veel nog eens willen praten met Michael Jackson. Mm-hmm. Niet de zanger, mm-hmm. de bierhunter. Dus ja, iedere bierkenner heeft zijn boeken in de bibliotheek staan. Dat is de man eigenlijk die België mee op de kaart heeft gezet. En die overal het verhaal is gaan vertellen van ons land, van onze mooie bieren. Echt? Dat was een man die heel goed kon schrijven, die een hele vlotte, mooie pen had. En die heeft dat eigenlijk zeer lyrisch beschreven. En ook in mijn bibliotheek staan. Maar ik heb hem niet meer gekend. Ik ben eigenlijk gestart in 2009. Mm. En hij is overleden in 2007. Ah. Dus ja, hij heel zijn leven eraan gewijd. En hij is wereldwijd bekend. In de hele bierwereld, in de hele wereld, is er niemand die hem niet zou kennen. Dat zou wel eens boeiend zijn om die man zijn gedachten te horen, om ermee te babbelen. Maar aan de andere kant had ik ook wel een persoonlijke keuze gemaakt. Eerst is mijn grootvader, dus mijn ouders, die dronken geen bier. Van hem heb ik het niet mee gehad. Maar mijn grootvader heeft in een brouwerij gewerkt. En hij is te vroeg overleden, hij heeft het niet meer meegemaakt dat ik eigenlijk gestart ben in het bier. Ja. Dus ik ben van Brugge afkomstig. Mm-hmm. En hij heeft dus, je kent de brouwerij De Halve Maan. Maar dat is een familiebrouwerij. En als je terug gaat in de geschiedenis, kom je uit bij brouwerij De Gouden Boom. Maar ook bij brouwerij Het Hamerke. Hij heeft bij brouwerij Het Hamerke in de brouwzaal gewerkt. Mo. En ik heb op zolder heel wat dingen gevonden van de brouwerij nog terug. Ik vind het alleen ontzettend jammer dat ik het nooit heb kunnen zeggen. Of, ja, het was ook zo'n hele lieve man, van wat ik mij herinner. Ik was eigenlijk elke dag bij mijn grootouders, totdat hij in 1989 al overleden is. Mm-hmm. En dat zou gewoon fantastisch zijn om alles te kunnen vertellen en te horen dat hij die biercultuur beleefd heeft en hoe dat was voor hem. Ja. Toch een beetje erfelijk bepaald, dan een stukje jouw roeping. Misschien wel generatie overgestaan. Dat springt de generatie. Ja, dat springt de Ja. Zeer mooi, zeer mooi. Allebei eigenlijk heel apart. Ja. Ja. Mooi, mooi, dankjewel. Top. Mm-hmm. U zijn allebei geen 18 meer, moet daar eerlijk in zijn. Maar als je jezelf zou terugflitsen naar Dionne, dat meisje van 18, en je mag jezelf één iets in het oor fluisteren, wat zou dat dan zijn? Welk advies zou je jezelf geven om eventueel te negeren? Sophie, is dat een vraag voor jou? Ik denk dat ik eigenlijk vooral zou zeggen, niet te veel luisteren naar mensen die zeggen dat iets niet kan. Dat is een mooie. Ja, ik heb op verschillende gebieden eigenlijk. Eén, van mij was het op mijn 18e. Op mijn 18e werd er botkanker vastgesteld. Mm-hmm. Dat was eigenlijk kort voor mijn 18e verjaardag. En ik ben fantastisch geholpen geweest, ik heb het gezet. Maar een van de dingen dat de professor zei meteen is van we gaan ervoor, we gaan samen strijden, maar je zult nooit meer zonder krukken kunnen lopen. Allee. Amai. Ja. Wauw. Heftig. En ja, dan zijn 18 jaar en dan hoorde dat. Ja, en ik was ontzettend sportief. Dus die 3-4 sporten op een week. Mm. Dus dat heeft zo heel wat veranderd. Maar ik denk dat ik zo tegen mij zou zeggen van piekert er niet te veel over. Het komt wel goed en het is ook wel mijn koppigheid die mij wat gered heeft daarin. De professor heeft eigenlijk gewoon een inschatting gemaakt op basis van de feiten die hij wist. Op basis van gemiddelden waarschijnlijk? Ja. En op basis van gelijkaardige... Ja, en hoe zwaar de operatie ging zijn. Ja. Ik heb een kunstheup en ik heb tot aan mijn knieschijf geen bot niet meer. En dat is allemaal het mooie in elkaar.
Maar natuurlijk, dat was zijn inschatting. En dankzij mijn kinesist en, ja, zijn we ervoor gegaan. Mm. En ik zei, ik ga niet stoppen. Mm. Ik ga niet afgeven. Misschien is die West-Vlaamse koppigheid, ik weet het niet. Maar het is mij gelukt. Ja, je ziet het wel een beetje aan mij. En natuurlijk, als je in het bier werkt, durf je al zeggen, ah, hè. Maar het is dus ook omkeerbaar, hè. Dus als je stront zat, zei het, kun je ook zeggen, maar het is van een nu. Ja. Inderdaad, ik zou dat echt niet durven zeggen. Maar amai, maar dat vind ik wel een straf verhaal. Dus ja, ik denk, je moet je niet altijd te veel aantrekken van de grenzen aan iemand oplegt, en voert zeggen. En iets anders is dat bij een van mijn eerste jobjes, dat was voor een, ik zal de krant niet noemen, maar een krant. En mijn hoofdredactrice zei toen eigenlijk, dat was ik denk, mijn eerste twee artikels dat ik geschreven heb, ze zet mij neer en ze zegt, ja, goh. Ik denk dat je toch beter iets anders doet dan schrijven. Ik denk dat dat niet iets voor u is. Dus ja, moest ik haar advies gevolgd hebben. Ja, ik heb een vaste rubriek, het laatste nieuws. Ik heb al 5 boeken geschreven. Ik ben bezig aan mijn 6e boek. Dus ik denk... Dat is altijd mooi. Zeg ik even voort. Ik vind dat fantastisch. Ik heb een leraar dictie gehad en die zei 4 jaar aan een stuk tegen mij in het conservatorium in Brussel. Je hebt alles in jou om een grote te worden. Maar met zo'n stem kan je in dit vak... nooit terecht. Oké. Ja, santé. Dan, en ik denk dan ook, wow. Maar je spreekt ook allemaal mee. Je spreekt ook wel reclames van de grootste merken van België, maar van de rest. Ja, altijd goed, hè, zoiets. Dat je denkt, eat this. Dus wat meer voert zijn. Ja, als je echt voor iets wil gaan, bedoel, gaat en ervoor. En vertrouwen op jezelf, blijkbaar. Ja. Op jezelf, hè. Ja. Omdat je natuurlijk ook goed weet wat je wil, denk ik. Ja. Dat wel, dat heeft mij altijd wel geholpen. En een van de dingen die de dokters ook zeiden, vond dat grappig. Was mijn laatste chemo en de dokter kwam binnen. En die zei tegen mijn moeder van, het is eigenlijk allemaal goed verlopen. Allee, ik ben toch eigenlijk verbaasd dat ze nooit maar een krukken gesmeten heeft. Dat ze nooit de boel afgebroken heeft. En ik zei, wat blief, ik wist niet dat dat mocht. Maar hij zei van, dat soms gewoon een heel normale reactie was. Ja, en ik denk, je moet gewoon vastbeten, doorgaan. Zee weg en die gaat vooruit. Chapeau. Mooi. Zeer mooi. Oké, Matthias, wat fluister jij in het oor van de 18 jaar? Het zou er wel bij aansluiten. Mm-hmm. Ik zou zeggen tegen mezelf op die leeftijd, doe uw ding. Ja. Doe uw ding. En niet hetgeen waarvan je denkt dat de anderen denken dat je dat moet doen. Ja. Hè? Zo, vind uw ding, doe uw ding. Ga uw weg. Wat niet makkelijk is op die leeftijd. Nee, ik denk dat je op die leeftijd ook heel beïnvloedbaar bent. Natuurlijk, als jij zoiets vertelt, ja, op die leeftijd heb je juist zo'n mega omwenteling in je eigen leven meegemaakt. Dus ik denk dat je u op je 18 niet kunt vergelijken met de doorsnee 18-jarige. Ja, dat is wel waar. Ja, dus eigenlijk... Maar ik denk... ik denk dat ik dat zou zeggen. Ik zeg, doe uw ding. En ja, mijn moeder zou gezegd hebben, vertrouwt erop jongetjes, alles komt altijd goed. Dat is ook iets dat ik ook wel zou erbij zeggen. Maar dan moet je ding doen. Ja. En ik geloof heel hard in de trage weg eigenlijk. Dat is voor mezelf, hè. Mm-hmm. Dat werkt niet voor iedereen. Maar voor mezelf, ja. En traag als in tijd nemen, de trage weg, alles, ja, het niet, gemak. Ja, daarmee bedoel ik eigenlijk dat je beetje bij beetje bouwt aan je eigen weg. Ja. En dat je niet moet... Hopen. In mijn branche is dat ook verleidelijk. Hè? Je bent een jonge gast, je komt van school, je komt op tv en je denkt, ik ga Hollywood veroveren. Not. Het is ook onzin. Daar gaat het ook niet over. Nee. Daar gaat het echt niet over. Als je daarom in dat vak belandt, ja, dan zijn ze gedoemd om heel droevig te worden. Want, ja, of teleurgesteld, of verbitterd, of je moet je eigen ding doen. Ja, dat is kort en bondig, maar eigenlijk, ja. Take the sense. En dat is, ja, want het klinkt, als je dat... Het is natuurlijk... Als je dat zwart op wit zou lezen,
zonder interpretatie en zonder intonatie, dan zou dat ook heel lelijk kunnen klinken. Hè? Ja. Dan klinkt dat egoïstisch, hè? Maar dat bedoel ik niet. Hè? Ik bedoel, je moet je eigen weg vinden. Hè? Ja. Gaat het nee, sowieso, ja, maar inderdaad. Het is niet van doe je eigen ding en luister naar niemand. Dat bedoel ik ook niet. Ja. Nee. Voilà. Ja. Want je kunt wel, door te luisteren naar veel mensen, kun je heel veel opsteken en heel veel leren. Ja. En daarmee maakt u een eigen weg. Eigenlijk vind ik dat eigenlijk. Dat is mijn leermeesters of mijn leraars in het leven, of mijn mensen waarvan je iets leert. Mm-hmm. Ik ben iemand die... Ik dweep met niemand. Ik geloof ook niet... Daar geloof ik ook niet in. In idolatrie of zo. Zo van... Mm-hmm. Wow, dit is de weg, de waarheid en het leven. Geloof ik niet in. Maar mm-hmm. ik geloof er wel in... Dat er veel mensen zijn die wijze dingen zeggen. En je kunt van allemaal iets meepakken. En daar maakt u een eigen weg mee. Zoiets. Zeer mooi. Leuk samengevat. Fantastisch, ja. Zeker en vast. We zijn klaar aan vraag 5. Ja. Als we de timing geloven, zijn we 14 minuutjes bezig. We gaan af allemaal, hè. Zitten we op schema, Pieter? We zitten perfect op schema. We gaan snel naar vraag 5. Matthias. Dankzij wat? Een elementje of eender wat... Kom jij volledig tot rust? Volledig tot rust. Het zijn er een paar, denk ik, eigenlijk. Mm-hmm. Als ik dan toch moet kiezen, als je zo'n antwoord moet kiezen... Ja, voor me, ja. Ik zeg, er is veel gebeurd sinds een jaar of 2, 3, sinds mijn burn-out is er veel gebeurd. Waardoor ik de rust veel makkelijker vind nu dan vroeger. Mm-hmm. Maar ik waak daar ook voor. Ik installeer die ook. Ik heb een schrijfkot van achter in mijn hof. Dat klinkt zeer... maar het is een heel goed schrijfkot, goed geïsoleerd en heel de boel. Ik zit daar onwaarschijnlijk graag. En daar zit ik weg van alles. Ja. En wat ik fantastisch vind, is zelfs als ik niet schrijf... ik heb nooit last van ruitersblok, omdat ik geloof eigenlijk niet echt voor mezelf in een ruitersblok. Omdat ik denk, ja, als er niets komt, dan is het omdat er niks mag komen. Dan moet ik eigenlijk gewoon... Iets anders doen. Dan moet ik gewoon... daar niet mee bezig zijn en dan komt het wel weer. En dan kan ik in mijn schrijfkot in mijn zetelje zitten. Ik heb daar een zeteltje en zo'n tv-dekentje, maar ik heb geen tv daarin. Ik heb geen wifi in dat kot. Oké. En ik heb een mooi boekenrek en ik heb muziek. Ik heb mijn gitaar staan en heleboel. Het is daar cozy, het is daar gezellig. Mm-hmm. Het is daar klein genoeg om zo een nestgevoel te hebben. En als ik dan zo een beetje Chopin opzet... Ik ben daar weer met mijn moeder, maar dat was echt mijn moeder. Chopin, dat was... mijn moeder was zot van Chopin, speelde ook. Vleugje Chopin en mijn zeteltje een boek lezen. Och, de hemel op aarde. That's life. Dat is de hemel op aarde, ja. Oké. Okay. Ja, echt waar. Dat kan ik echt zo... Fantastisch. Dus inderdaad, een schrijfkot van achter. Ja. Cozy, warm genesteld. En daar ontstaan jouw liedjes, jouw sketches, jouw alles. Stukken die je maakt? Nee, die liedjes, die verhalen. Liedjes, verhalen, tekst, dat ontstaat overal eigenlijk. Mm-hmm. Dan ontstaat, want schrijven is één ding, hè. Schrijven is meestal... De keer dat je al aan het schrijven bent, zijn al... Dan heb je al iets verwerkt, hè. Ja. Maar komt er ook met momentum bijvoorbeeld? Er komt heel veel op mijn motto. Heb je dan notitie? Ah, op je... Oh ja, ik zit op mijn motto, ik heb mijn naam. Dus motto is zendtijd eigenlijk. Ja. Motto is rijden. Met een motto zijn er niet bezig met andere dingen. Mm-hmm. Je bent alleen maar aan het rijden. Ja. Je bent niet bezig met sms'en of met dingen. Je kunt niet. Nee. Ja, dus rijden is rijden. Maar je gedachten gaan. Ja. En dat is het toffe. En heel vaak komen ideeën als ik op de motto aan het rijden ben. Ja. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld ook notitieboekje naast je bed dan? Of echt notitieboekje niet? Op de motto gaat ook niet. Hè? Nee. Moeilijk. Dat zou wel een goeie zijn. Ja, iedere keer stoppen. Hup, die naam of Janschoen afschrijven. Maar dus als er moet creatief gewerkt worden in een schrijfkot, dan Dat wel, in mijn schrijfkot kan ik onwaarschijnlijk productief zijn. Ja. En heb ik ook gemerkt, gek genoeg, meestal de eerste avond van een dag. Ja. Ik heb dat ook zo. Ja. Ja. De voormiddag. Ik geloof niet echt in zo de romantische gedachte van de schrijver die met de fles rode wijn op de gat in de nacht... Bij kaarslicht, ja. Nee. Want er zijn auteurs die zich een schrijfdiscipline opleggen. Hè. Die zeggen gewoon, om 9 uur moet ik op mijn bureau zitten en begin ik. Ja. Ja, ik merk ook dat wel... in mijn leven is het zo... Eigenlijk heb ik geen regels en zeker al geen regelmaat, hè, in mijn leven. Dus de ene keer speel ik, de andere keer sta ik te zingen, de andere keer ben ik aan het schrijven. Allee, ik bedoel, er zit werkelijk geen regelmaat in. Ja. Maar ik merk wel dat als ik echt... met iets bezig ben als scenarist bijvoorbeeld, dan is dat zeer gedisciplineerd. Mm-hmm.
Ja, echt opstaan, echt heel dat uur, ja. Schrijven. Dan sta ik vroeg op. Ik vind het heel leuk om vroeg op te staan ook. Mm-hmm. En dan eerst met de hond gaan wandelen. Ja. Wandeling, zeg, een koffietje. En dan kan er ook echt van. Oh, manneke. Ja. En dan weten, oh, ik heb nog heel een dag. Ja. Tof. Ja, echt. De ochtend. Ja? Meer, en vooral ochtendmens, avondmens of eigenlijk? Oh, ik heb nooit gedacht dat ik dat ging zijn, ooit. Nee. En zeker niet, omdat in theater zit in een ander ritme. Zit juist in dat avondritme. Zeker weten. Dus ik heb heel lang gedacht, ja, ik ben een acteur, een nachtmens, weet ik veel. Maar eigenlijk heb ik moeten ondervinden dat dat helemaal niet zo is. Maar eigenlijk, ja, ik ben goed, ik ben meestal vroeger op dan mijn vrouw. Ja. En mijn gasten zijn groot, die zijn 23, bijna 23 en 21. Ja. Die zitten alle twee op kot. Ja. Dus wij zitten in de fase van de herwonnen vrijheid. Ja. Heerlijk. Heerlijk. En ik kan dan echt zo genieten van... Ja, ik sta op en het huis is nog stil. Zo. Ja, echt op je gemak. Ja, en dan met de hond uitlaten, koffietje maken. Ja. En dan in mijn kot gaan zitten. Ja. Klinkt heel raar, maar ik versta het nu al iets meer. Dan in mijn kot gaan zitten. Ja. Sophie, je schrijft ook boeken. Heb je ook zo'n schrijfkot of iets anders? Nee, dat niet. Mijn bureau is wel leuk. Er is een plekje voor de hond om bij me te liggen. Ja, ze kan ook in de tuin, want mijn bureau grenst aan de tuin, dus die dan ook. Maar ik heb wel ongeveer dezelfde gewoonte. Vroeg opstaan, gaan wandelen, 30 minuten op de home trainer dan starten. Ik moet zeggen, we hebben veel gemeen. Ik heb ook een home trainer. Dat is een fantastische kapstok voor mijn camera's. Voor de camera's. Ja, zo ziet mijn man dat ook. Maar ik heb dat eigenlijk beginnen doen, terug. Het helpt mij. Maar het zal wel. Als je zegt dat je zoveel sport deed vroeger. Ja. Ja. Ja, dat is gans weggevallen. Maar ik heb na de operaties, jaren, dat klinkt nu zo dramatisch, maar met pijn geleefd. En dat was echt ter leren mee omgaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk pas beginnen verbeteren door het zwemmen en, fietsen. En dus nu doe ik eigenlijk alleen de home trainer. Maar als ik de dag niet doe, het is eigenlijk meer voor dat. Dan voel ik mij beter. Dus echt voor uw eigen comfort. Het is gewoon nodig. Punt. Ja. Ja. Voilà. Een soort ritme dat je zelf ook oplegt. En dan helpt het om aan de dag te beginnen. Mm-hmm. Het schrijven zelf, dat is bij mij soms wel een gevecht. Dat hangt af van het onderwerp waarover ik moet schrijven. Als ik er heel gedreven over ben en het wil schrijven, soms krijg ik ook een onderwerp waarover ik moet schrijven en dat mij iets moeilijker ligt dan wel. Maar het komt er wel uit. Maar dat kan het mij ook, want schrijven is iets... Ik ben natuurlijk met fictie bezig en ik verzin personages. Dus dat is een grote speeltuin voor mij. Dus dat is ook nog iets anders. Hè? Ja. Als je een onderwerp krijgt waarover dat je moet schrijven, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad, want ik schrijf gewoon wat ik wil. Oh ja. Wel, dat is soms dus echt ik kan me wel inbeelden dat nog een ander, dat is nog iets anders. Dan moet je echt wel de discipline van het schrijven hebben natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld, mijn vorige stuk was over bieren bij het haardvuur. Ik vind dat ontzettend gezellig en dan vloeide er eigenlijk uit. Maar mijn volgende stuk is over glukriek. Dat is net iets minder mijn ding. Hoe is dat? Dus je kent wel glühwein. Ja. En dan eigenlijk kriek gebruiken. In plaats van de wijn. Dus dan ga je opwarmen, kruiden aan toevoegen. Glühkriek. Dat is ontzettend populair in Oostenrijk en in Duitsland. Allee. Klinkt maar als een Oostenrijk skidorpje. Waar ga je volgend jaar uit? 3 weken naar glühkriek. Dat is echt. In België hebben wij dat eigenlijk niet. Dus ik had misschien dat een terecht, keer over... Het is misschien terecht dat we dat niet hebben. Ik weet het niet. Wel, persoonlijk had ik liever eerder voor anderen. Het is vrij zoet en zo en kruidig. Maar kijk, dat hoort zo bij die sfeer van die kerst. Maar ik ga dat toelichten waar die traditie eigenlijk staat en zo op die manier. Ja. Maar sommige dingen liggen nu meer dan andere. Nu, ik vond het eigenlijk wel interessant om even op de vraag terug te komen. Zeker, wel. We gaan daar naar... Wat dat je zei, dat je een burn-out overwonnen had... Omdat ik kon eigenlijk niet goed op die vraag antwoorden. Het gaan wandelen, het fietsen, alle cliché dingen probeer ik wel te doen. Maar eigenlijk heb ik nu al meer dan een jaar last om tot rust te komen. En ik kreeg het niet zo gemakkelijk gekeerd. Ik ben ook, de dokter zei ook van een soort waarschuwing enzovoort voor burn-out. Maar ik vind het niet zo gemakkelijk om dat te keren. En ik ben er ook niet alleen in, merk ik. Verschillende, in feite, vriendinnen of vrienden die er ook mee sukkelen.
Ik denk dat het leven is ook zo hectisch geweest, jaar na jaar na jaar. Ik ben nu ongeveer 10 jaar bezig. En misschien moet ik het eens herbekijken. Wat ik wel probeer te doen, want dat vond ik interessant wat je zei, is iets meer doen wat ik graag doe nog. Soms had ik de neiging op alles ook ja te zeggen. Zolang mensen iets deden met bier, ja, was het goed, was tof. Maar aan de andere kant... Wat zeer herkenbaar is, ik heb, als acteur heb ik dat heel lang gehad, dat je... En dat is ook een beetje van, allee, je moet er toch bij zijn, je moet er toch ook bij. Allee, maar je kunt daar ook rap gefrustreerd in geraken, want als je dat niet vragen, dan... Hè, ja. Dus waarom vragen ze me niet? Sowieso. Dan zit je daarmee bezig en dan denk je, oh, je kunt dat ook niet bijhouden, je kunt daar eigenlijk niet bij benen. Is het ook niet een beetje de angst om te veel nee te zeggen en dan uit de boot te vallen? Ja, maar ja, voilà. Ja. Dus dat, hè. Maar natuurlijk, ik kan nu stilaan zeggen, ik word straks 49, hè. Dus dat is heel maf, hè. Ik zit nu een beetje in een andere fase in mijn leven. Denk ik. Ja. Ik zit een beetje in een fase van... Wow, acteren, tof. Maar niet acteren, ook goed, hè. Ja. Nooit gedacht. Maar echt nooit gedacht, hè. Mm-hmm. Ik speelde vroeger 3-4 stukken per jaar. En dat was dan echt van... In TNTG, ik zat dan vast. Huppla, het ene stuk dat het andere. Ik was zo gepassioneerd met acteren bezig. Dat was echt... We hebben nooit zo'n spelletje gespeeld. Ik weet niet of je dat kent. Kleur bekennen. Dat is een gezelschapsspel. Ja. Heel gevaarlijk gezelschapsspel. Om met vrienden en familie te spelen. En op een bepaald moment wordt de vraag gesteld... Wie van deze groep... Dus altijd, je moet altijd één iemand eruit halen. Ja. Wie van deze groep is zo gepassioneerd met zijn vak bezig... Dat hij er zelfs op oudersavond nog over aan het zagen is. En iedereen zei Matthias. Ik vond dat heel confronterend. Ik vond dat eigenlijk niet zo leuk. Ik dacht, oei. Ik dacht altijd dat ik dat goed kon scheiden. Ja, ja. En ineens zette dat toch iets in gang bij mij van oei. Maar nu, zoveel jaar later, het is het eerste jaar nu, dit jaar, dat ik geen theater doe bijvoorbeeld. In 27 jaar, 28 jaar dat ik bezig ben, dat ik geen theater doe. En ik denk, ook goed. Ja. Nooit gedacht dat ik dat ooit ging hebben. En hoe komt dat dan vooral, denk je, dat je op een andere manier... Ik weet dat niet. Ja, door die burn-out eigenlijk. Ja, met die burn-out is het dus heel raar. Dus op een bepaald moment ben ik gewoon gecrashed, echt. Ja. Gewoon, ik was een stuk aan het spelen. En dat was een stuk dat ik zelf geschreven had. En dat was een stuk dat ik speelde met alleen maar collega's dat ik graag zie. Dus dan zouden normaal gezien... Dat zijn mooie omstandigheden. Ja. Ja. Ja, ja. En dat was met Hannelore Beder, met Joris Hessels, met Paula Bangels. Gewoon ons gezelschapje. En wij een hele dag samen op onderweg. En ineens... stierf er een tante van mij. En dat was niet eens dat ik daar zo close mee was. Maar het was wel de tante die meest op mijn moeder leek. Ja, oké. Okay. Ja. Dat was een aanleiding. Ja. En ineens, dat was precies of iemand knipte zo'n draad door. Dat was een slakke. Ik wist niet dat ik dat in mij had. Ik dacht altijd, ik heb dat niet in mij. Je kon me bijeenvagen. Ik kon niks meer. Dat was echt gedaan. Game over. Raar hoor. Want ik ben iemand die altijd heel hoop. Dacht ik zo vrij op het gemak in het leven stond. En ineens, jongen, dat was gedaan. Ik kreeg paniekaanvallen. Ik had dat van mijn leven nog niet gehad. Op het podium? Nee, niet op het podium. Ja. Gek genoeg, spelen ging, hè. Mm-hmm. Alles ervoor en daarna, dat was verschrikkelijk. Dus naar dat busje gaan, uit mijn huis moeten komen. Zelfs met die mensen. En dat is dan nog met acteurs. We zijn dan nog een beetje gewend om over emoties en zo te hebben. Hè? En die waren allemaal zo lief. En die zeiden allemaal, ah, Matthias, weet je... Ça va, weet je, laat u maar gaan. Zo. Ja. Dus dat kon dan nog. Ik heb dikwijls de vraag gesteld, heb dan een keer voor op een bureau waar niemand daar begrip voor heeft. Ja. En hoe lang heeft dat ongeveer? En dat was dat spelen. Dat spelen ging, dat was een soort, je bent acteur genoeg op een bepaald moment. Mm-hmm. Dat spelen ging, groeten en ik was om bij in te vagen, echt waar. Amai. Die tournee was dan gedaan en dan kwam het pas helemaal. Dus dan ben ik echt helemaal... En ik moet zeggen, ik denk dat eigenlijk bijna een jaar geduurd heeft tegen dat ik terug durfde zeggen, ben er vanaf. Ja. En wat heeft u dan vooral geholpen, bijvoorbeeld, in zo'n... Zelfbescherming, nee zeggen tegen dingen, goede zorg. Ik heb een fantastische madame die dat ook toeliet. Ja. Allemaal toffe dingen gedaan. Ik moet natuurlijk overleven, ben ook zelfstandig, kan niet gaan doppen. Dus
Ik bleef wel radiospots inspreken, maar radiospots, dat is iets... Goed, op mijn motor stappen, ik rij graag met de motor. Dus dat ging. Ik rij graag met de motor naar de studio gaan, een spot inspreken, smalltalk, altijd goed koffie in de studio's. Heppa, terug naar huis, gedaan, op. Hè? Ja. Maar zo kon ik wel overleven. En ik deed dan, als ze mij belden voor een of ander gezelschap, leuke gezelschappen hoor, die mij belden om een stuk te spelen, zei ik gewoon nee, ik kan het niet doen. Ik kan het niet doen. En dus ik meet eigenlijk alles waarbij ik uit mezelf moest putten. Ja. Dat was het eigenlijk. Ik had het gevoel dat ik op was. Ik had het gevoel, ik ben uitverteld. Ik had het gevoel van, waar moet ik het nog halen? Want ik genereer altijd mijn eigen werk. Hè. Mm-hmm. Ja, altijd dingen verzinnen, dingen bedenken, dingen op poten zetten. En ineens was dat gedaan. Ik dacht, ik kan niet meer. Ik ga nooit meer iets kunnen schrijven, dacht ik. Het is op. Misschien moet ik wel eens een ander job zoeken. Of een job zoeken. In mijn geval. Ja. Ja. Dus ja. En wat heb ik dan gedaan? Veel thuis gezeten. Met mijn penoarken. Ja. Gedacht, waar is Ilse? Ah ja, oké. Okay. Als Ilse in de buurt was, was het goed. Echt, ja, vrij veel geblet. Ja. Dat moest er allemaal uit, precies. Dat was een soort... Loutering. En veel. En dat is echt waar, hè. Ik bedoel, ik val in herhaling. Maar veel gebabbeld. Gebabbeld met mensen. Ja. Vrienden, mensen dat ik graag zie. Ja. Koffietje gaan drinken met een dien of met een dien of met een dien. Dat wel, dat in mij deugt. Met mijn dochter naar Londen. Een weekend naar Londen met mijn dochter. Ja. Met mijn vrouw met ons busje door Frankrijk trekken. Met mijn broer met de motto naar de Pyreneeën. Ja. Alleen maar dingen waar ik als mens deugd van het. Ja. Wat een luxe was, hè. Het ging, hè, om dat te doen. Veel mensen kunnen dat niet, hè. Hebben daar de ruimte niet voor, hè. Nee. Je moet het financieel kunnen en je moet er tijd en zeker geld wie. Voor hebben om dat te doen. Maar voor mij is dat de manier geweest. Oké. Okay. Wat is nu de grote les dat je daaruit geleerd hebt, achteraf bekeken? Zo? Goh ja, maar les, ja. Ik weet niet wat ik had kunnen doen om dat te vermijden, nee, eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat bij mij ook een beetje samenvallen was van... Het is heel raar, hè, want je doet de dingen die je graag doet en je gaat daarin voort. Maar ja, de mens heeft maar één batterij, hè. Sowieso. Niet vervangbaar. Mijn huisdokter zei toen op een bepaald moment, hij zei van, ja, zegt hij, pas op, want uw batterij, zegt hem, dat is uw batterij. Je hebt uw batterij, dat kan al een keer minder zijn en dat kun je bijvullen. Maar er is één stuk die, dat moet afblijven. Ja. Daar mocht je niet in putten. Dat is uw, eigenlijk is dat die reservebatterij, dat mocht er niet aankomen, want die hervult zich niet. Dit is hervulbaar. Mm-hmm. Hè? En zo zei hij, ik vond dat een heel helder beeld. Ja. Die zei, oké, okay, dat kan een keer op 70 staan, op 30 staan, op 20 staan, terug op 65 staan, op 70 staan. Maar die 30 die van onder zijn, dat moet er afblijven. Als je zo ver doorgaat, dat je daarin begint te putten, dat vult hem niet aan. En ik merk wel dat ik sindsdien misschien iets brozer ben dan ervoor. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk niet erg. Ik vind dat eigenlijk een rijkdom. Mm-hmm. Ja, maar ja. En heb je dan een soort alarmlampje die zegt van, oei, je zit dicht tegen je reserves? Ja, toch wel. Nu? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Och, man. Ik doe niks meer omdat ik het zou doen. Allee, dat klinkt nu lullig, maar onlangs belden ze mij voor een productie waar ik vroeger absoluut ja had op gezegd, want ik ben toch een acteur en als ze mij bellen, dan moet ik dat toch doen, want dat is een interessante productie. En nu denk ik, goh, wacht, hè. Dat is van dan tot dan. Ik wil eigenlijk aan mijn scenario verder werken in mijn kot. Maar als ik dat doe, dan gaat dat er weer bij in. Nee, ik kan het niet doen. Klaar. Ja. Tamelijk snel kan ik nu zeggen, ik heb geen tijd. Ja. Wow. Terwijl ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, tijd kan maken. Wel tijd zou hebben. Ja. Ja, maar dat is straf. Dat is inderdaad recht voor de raap. En dat is echt wel sinds dan. Oké. Okay. Ja. Ja, sterk. Amai. Dat is... Probeer al iets meer te doen. Meer te kiezen voor wat ik 100% wil doen, maar het lukt mij nog niet. Maar het is soms ook nog moeilijk, nee. Als je in zo'n systeem zit en je bouwt iets op... Ja. Soms denk ik ook, ja, ik ben ook alleen maar op mezelf... Nee, ik ben een vennootschap op mijn eigen, hè. Dat is de acteur Matthias Sercu, hè. Ja. Ik heb geen personeel of zo, ik heb geen...
Hè? Dus ja, dus nee, ik kan klopt. Dat misschien veel sneller waken voor mijn eigen grens. Dat is inderdaad... Maar toch is het belangrijk, want ik zie het zo vaak rond mij. Och man, zoveel mensen dat ik ken die in een burn-out geraakt zijn al. Ja. Zoveel. Ja. Mijn familie, mijn vrienden, jong, oud, dertigers, vijftigers, ik bedoel... Weet je, de ziekte van deze tijd, denk ik. Hè? Zeker. En ook een heel snelle maatschappij natuurlijk. En alles gaat maar door en door, maar ons lichaam kan niet altijd mee. Hè? En dan zitten we weer, de overload aan info. Ja. Dat we vroeger niet... Ik heb een broer met autisme. En bij hem is dat is eigenlijk helder. Omdat door zijn autisme kun je dat eigenlijk goed uitleggen. Wat dat eigenlijk voor ons allemaal is. Maar door zijn autisme kunnen we dat helder uitleggen. Bij hem is dat... Die gaat bijvoorbeeld... Die kan letterlijk echt bang zijn van een terreuraanslag. He, dus echt bang dat er een terreuraanslag gaat, maar echt bang. Wij kunnen wel zeggen, oei oei. He, maar we relativeren dat ook, omdat we ook wel inschatten van... Ja goed, de kans dat hier nu zou gebeuren is wel klein. Mm. Maar als er zo'n grote aanslag is gebeurd... Pak nu Bataclan of pak de metro in Brussel of Zaventem of... Wat gebeurt er dan in onze huidige maatschappij? Je hoort dat 30, 40, 50 keer per dag. Hè? Ja. Dat komt binnen via alle kanalen en niet ene keer. Hè? Dus als er 40 jaar geleden een bomaanslag was in Beirut, dan keek je s'avonds dat nieuws. Of je keek niet en dan wist het niet. En als je s'avonds dat nieuws keek, dan kwam dat er ene keer in. Ja. Dat was ene keer en dat was kinder en voilà. En nu krijg je die info voortdurend op je dak. Dus iemand zoals mijn broer, die kan dat niet filteren. Hè, dat gaat niet. Dat is alsof dat er al 50 aanslagen zijn. Maar dat is niet waar. Dat is een vertekend beeld van de realiteit eigenlijk. Door die overload aan info. Ja, ik geef je daar zeker gelijk in. Het gaat ook allemaal sneller en sneller. Maar dat is eigenlijk voor ons allemaal zo. Hè? Mm-hmm. Zeker. Ja. Ik ga de tijd een beetje... Ja, we gaan inderdaad een beetje... Over snelheid gesproken... Ja, de bedoeling, dus de vraag 6 staat er bij jullie niet tussen. Dus een tussentijdse vraag. De bedoeling is eigenlijk het concept van quick questions, al gekend. De bedoeling is eigenlijk ik ga een paar snelle vragen gaan stellen. Steven gaat er achteraf eentje uitpikken. De bedoeling is eigenlijk gewoon dat jullie, eigenlijk zonder al te veel nadenken, het eerste dat jullie opkomt, gewoon boef, eruit flapt. Ik stel anders voor naar een systeem dat we iedere keer doen. Sophie, Matthias, dat we het gewoon doen. Ik stel één vraag, Sophie antwoord, Matthias antwoord, volgende vraag. Goed. Dus ik kan altijd twee keer nadenken eigenlijk. Ja. Want je stelt de vraag aan haar en ik kan dan al nadenken. Het wil zeggen dat het eerste antwoord dat je nu... Matthias is in het voordeel eigenlijk. Ja, eigenlijk een beetje in het voordeel. Dat wil zeggen dat het eerste antwoord... Of een schranken, hè. Ja, of een kusschrank. Ja. Ja, maar we zullen het zo doen. Dat is een goed idee. We gaan het zo doen. Goed, oké. Okay. De eerste vraag is, dus we gaan beginnen met Sophie. Zoet of zout? Zoet. Zout. Zout. Matthias, hoog of laag? Hoog. Laag. Laag, oké. Okay. Sophie, vliegen of auto? Auto. 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 Matthias, koffie of thee? Koffie. Koffie. Koffie, oké. Okay. Sophie, IKEA of maatwerk? Maatwerk. Matthias? Best tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Ik zou zeggen maatwerk, maar de realiteit is vaak IKEA. Oké. Matthias, bruin of blond? Bruin. Sophie? Blond. Blond, oké. Okay. Sophie, theater of film? Film. Matthias? Theater. Theater, oké. Okay. Matthias, papier of digitaal? Papier. Mm-hmm. Sophie? Digitaal. Digitaal. Sophie, sport of cultuur? Cultuur. 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 Matthias, ver of dicht? Dicht. 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 En de laatste, Sophie, warm of koud? Koud. Koud? Warm. Warm. Oké. Okay. Steven, was er eentje die je opviel? Ja, het viel mij op dat sommige... heel snel beantwoord werden en anderen toch met een lichte aarzeling. Hey. Het zou natuurlijk evident zijn om te vragen aan Matthias, theater of film, oh, we gaan dat nu niet doen, want we hebben dat al een paar keer gedaan in het voorgesprek. Ja. En je bent die vraag ook al bij, denk ik. Ik
viel mij op dat je koos voor papier, terwijl we toch in een volop digitale wereld leven. Zo. Ja, maar als je zo'n vraag... Dat zijn eigenlijk gemaakt associaties, hè. Mm-hmm. Dus als je zo'n vraag stelt... Mm-hmm. De associatie die ik onmiddellijk had, was met lezen. Ja. En dan denk ik papier. Ja. Ik lees veel liever op papier dan digitaal. Okay. Maar natuurlijk is het wel een realiteit. Ik zit in mijn schrijfkot wel op mijn Mac te schrijven. Hè, ja, jongens. Tuurlijk. Allee, het is niet zo dat ik nog met... Hè? Nee, voilà. Pen en papier of... De... Nee. Dus, ja. Maar dus ja, ik dacht lezen, papier. Oké. Okay. Ja. Uh-huh. Top. En jij koos ook voor digitaal, Sophie? Ja. Ja, papier naar de dichtbundels, want dan dacht ik... Voor mij was de associatie meteen... Ik wil zoveel mogelijk mensen overtuigen van de schoonheid van bier. Dus dat kan ik best digitaal. Digitaal, voilà. Ja. Die associatie is inderdaad ook met wat je je eigen werk valt. Ik vond het wel goed, want ik... De vraag... blond of donker? Ja. Ik antwoordde... onmiddellijk donker en jij, en ik hoor je antwoord en ik dacht, ah ja, jij denkt in bier natuurlijk. In bier? Ja. Ik dacht in vrouwen. Ja, voilà. Zeker. Ik dacht echt, logische brunette is absoluut. Het is een kwestie van associatie. Zeker. Voilà, maar natuurlijk, ja, je denkt gewoon waar je mee bezig bent. Koffie en thee heb je dan niet natuurlijk, dus kan ik kiezen voor bruin of blond, want dan zitten we weer in de bierwereld. Jullie kozen alle twee voor koffie. Zijn jullie echt fervente koffiedrinkers? Ik heb het al een paar keer gemerkt, omdat toch koffie echt Ja. Ik ben echt een koffiemens. Ja. Verschillende soorten koffie of gewoon koffie? Goede koffie? Ja. Het is niet dat ik daar een specialist in ben. Nee. Maar wij hebben wel thuis een koffiemolentje om met de hand malen. Boontjes malen. Zalig. Echt slow. Wat eigenlijk fantastisch... Wanneer? Want dan doen we het in een espressomachine. maar het malen aan zich is s'morgens een soort ritueeltje dat eigenlijk heel leuk is. Je zit niet met zo'n beep. Dus in de ochtend... Authentiek geluid, hè? Authentiek geluid. En de geur die dan vrijkomt. Geweldig. De max. Ja. Koffie. Ik heb dat leren drinken trouwens. Dus, maar dus, het is wel grappig, want mijn kinderen, mijn zoon wel, maar mijn dochter drinkt geen koffie. Nee. Bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar het is inderdaad, het komt ook tot de rust soms ook van een tasje koffie. Dat is ook, een bakje troost. Ja, een oppeppertje. Ik heb jaren geen koffie kunnen drinken en dat is nu nog maar een jaar en half. En niet kunnen drinken? Na de chemo. Ah, van de smaak? Van de... Nee, omdat mijn maag een beetje beschadigd was. En dan heeft dat zo'n impact. Maar ik dronk graag koffie, dus ik heb dat jaar een keer aan ruiken. En dan stilletjes aan, terug nu beginnen proeven. En mag niet overdrijven, maar perfect toch een tweetal tasjes per dag drinken. Want veel mensen hebben niets met thee. Ik heb bijvoorbeeld ook helemaal niets met thee. Als ik ziek ben. Ik kan wel genieten overdag van... Maar je hebt bijvoorbeeld ook al een rare een koffie. Je hebt dat ook wel al een keer gezegd. Dat je er zit altijd... meer melk dan koffie in de tas. Van de koffie verkeerd. Een latte. Nee. Vroeger deed ik altijd suiker en melk in de koffie. En ik denk een jaar of zeven geleden moet dat geweest zijn. Op een of andere set. Op een set heb ik ook altijd koffiemachine. En daar is er nooit melk, of de melk, of die melkjes zijn zuur. Dus noodgedwongen. Zwart. Begon ik daar zwart te drinken. Omdat en nu kan ik me niet meer inbeelden dat ik daar suiker of melk in doe. Echt niet. Nu vind ik dat echt een vloek. Ja. Een vloek. Want dus al die latties en toestanden is verschrikkelijk. Laat hem maar doen. Nee, laat hem maar doen. Nee, dat vind ik erg. Ja. En thee, ik moet nu wel zeggen, ik ga wel soms echt, maar dan maak ik bijvoorbeeld verse gemberthee. Dat is ook heel goed voor de keel. Hè. En dat heb ik wel vaak, dat je dan met rauwe honing, dus geen gewone, maar echt rauwe honing, verse gember, en een thee zo maken, en dat is ongelooflijk goed voor de keel. En voor de, Want er zijn veel zangers die dat drinken voor een optreden ook. Hè. Ja. Als ik een beetje verkouden ben of nee, en ik moet spelen of zo, dan ga ik een thermos gember en hoe lang laten trekken. Dat die echt, dat wordt echt heel zo sterk. Heel sterk. Sterk, dan. Straf. Ja. Beetje pikant zelfs. Ja. De max. Oké. Okay. Waren de quick questions? Dankjewel. We zijn 1:08 bezig. Ja, perfect ideaal, zijn. Ideaal voor vraag 7. Wat vind je van jezelf je meest positieve eigenschappen? Wie wil daarover beginnen? Ik denk mijn koppigheid en tegelijk niet willen opgeven. Ik ga niet snel
iets afgeven of iets opgeven. Dat heeft mij al veel geholpen in het leven om ergens te raken. Dus ik denk, omdat je schreef erbij, hoe zou je leven eruit gezien? Mm-hmm. Moest je dit niet bezitten? Waarom moest ik die eigenschap niet gehad hebben? Zou het er helemaal anders uitgezien hebben? Ja. En vind je dat dan van jezelf? Of zijn er andere mensen die dat vinden van jou, dat je koppig bent? Ik kreeg ook wel eens de opmerking, ja, dat ik algemeen koppig kan zijn. Dat wel. Dat gebeurt. Maar ik ben vooral koppig en bijt mij nogal vast als ik echt overtuigd ben van iets, van de meerwaarde van iets. Natuurlijk over bier, maar ik heb nog iets. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. En dat is soms moeilijk, want ik kan me daar echt in opjagen iets niet loslaten daarover. Ja. Mijn moeder heeft daar veel verhalen over van vroeger dat ik dan thuis kwam en zei dat is toch niet juist, want die wordt dan slecht behandeld. En ik kom daar heel slecht mee om en dat is nog altijd zo'n beetje. Dus daar dan in discussie durven vastbijten of iets niet afgeven. Ja. Mm. Oké. Okay. Ik kan het ook zien als een enorme troef, denk ik, koppigheid. Ja, maar het is ook van je de meest positieve eigenschappen. Ja, het is... Ja, maar eigenlijk wordt koppigheid, en dat Steven bedoelt, eigenlijk omschreven als een negatieve eigenschap meestal. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk ook heel positief kan ingezet worden. Ja. Zeker. Matthias? Ik denk dat... Ik vond dat een moeilijke vraag. Om over jezelf te zeggen wat vind je van jezelf je meest positieve eigenschap? Want dan denk ik dat ik uitkom bij mededogen. Ja, en empathie. Ja. Empathisch zijn. En dat is eigenlijk onontbeerlijk, vind ik, voor wat ik doe als acteur en als schrijver. Ik vind dat je de dingen die ik geschreven heb, bijvoorbeeld Marsman, zo'n reeks als Marsman, de toneelstukken dat ik geschreven heb, de scenario's waar ik nu mee bezig ben, die nog moeten gemaakt worden, hopelijk ooit, dat gaat eigenlijk bijna altijd over de kleine zoekende mens die het ook niet weet en die met de beste bedoelingen de boel verkloot. Ja. Maar dat is eigenlijk met een soort mededogen voor de mensheid. Ik geloof niet in zwart-wit films, in de bad guy en de good guy. Een reeks als Marsman, daar komen geen slechter in. Er zit geen slechterik in. Nee. Maar toch loopt er zoveel fout. Waarom is dat? Hè? Zo dat. En dus heel vaak, als ik verhalen lees ook, probeer ik niet erop te oordelen of dat niet te eenzijdig te belichten of zo. Ja. Probeer ik te voelen van waar komt iets. Van waar? Wat is een drijfveer van iemand? Als iemand bepaalde keuzes maakt in zijn leven, ook politiek of dat kan van alles zijn, dan denk ik van hoe komt dat iemand zo denkt en dan vind ik dat razend interessant. Daarin te verdiepen. En hoe zou je leven er dan uitzien mocht je dat niet meer bezitten? Arm. Ja. Oké, nee, duidelijk. Ja. Super, arm. Dus voilà, zeker, duidelijker kan niet. We gaan over naar vraag 8. Dat is ook een van mijn favoriete vragen trouwens. Ja. Er zijn quotes die mensen bijblijven, zijn gedichten, liedjes, films. Zijn er zo van die stukjes die jou eeuwig gaan bijblijven? Ja, er zijn er natuurlijk heel veel. Maar ik heb het gewoon meegebracht. Super. Dus, het is eigenlijk mijn favoriet, uit heel mijn collectie, mijn favoriet boekje. Het is zoiets kleins. Gevonden in Redu? Nee, eigenlijk gekregen van mijn lerares Grieks. Die eigenlijk mij gezegd heeft van blijf jij maar schrijven. Dat is gewoon mooi. Dus, en ze zei dat ze het zelf gekocht had als ze 18 was. Amai. Het is zo. En het is mijn favoriete dichteres. Tallen heb ik toch één favoriet. En dat is Edna St. Vincent Millay. En dat was de eerste vrouw ooit die de Pulitzer Prize gewonnen heeft voor poëzie. In 1923. En het grappige is, een van mijn andere favoriete dichters is Herman de Koning. En blijkbaar was zij een even grote fan van haar. Dus dit is de vertaling van haar sonetten door Herman de Koning. Geweldig. Het is 2-in-1 verenigd. Ja. Amai. En dus is er één specifiek gedicht die wel mijn favoriet is. Maar ik ken het niet perfect van buiten. Dus,
En is het lang gedicht? Anders moet je het is een sonnet. Voorlezen of zo? Ja, mag je, als je wilt, mag je het rustig even voorlezen. Oké. Als ik bedenk hoe tijd een kind leert te vergeten, wie hij was en waar vandaan, en hem de weg de eenzame leert gaan, van dingen namen geven, vragen stellen en het niet meer weten. Als ik bedenk hoe weinig er beklijft, en hoe je na veel vragen niets meer vraagt, en hoe je na veel klagen niet meer klaagt, en hoe verandering het enige is wat blijft. Dan vrees ik evenmin de eerste platte schoen, de eerste bruine vlekken op mijn hand, de rimpels in mijn kont, de eerste wandelstok, de eerste zoen, nu op mijn voorhoofd, vroeger op mijn mond. Als tijd dit alles kan, mag ik ook vragen dat hij mijn angsten maakt tot iets wat ik kan dragen. Amai. Wow. Amai. Wow. Zeer mooi. Ja, dat is zeer schoon. Amai. Dat is echt zeer schoon. Ja, dat is heel mooi. Ja. Fantastisch. Dat is echt zo heel, heel toegepast ook. Hè. Dat is echt zo een favoriete quote gedicht. Fantastisch. Oké, okay, zeer mooi. Wow. Dank je wel. Ik ben onder de indruk. Ja. Merci. Matthias? Kennelijk ook niet, dus ik ga dat wel, van lezen. Ja, ik heb het op een quote gehouden. Ik heb daar veel over nagedacht, want er zijn zoveel mooie woorden, teksten, flarden. Ik heb al zoveel schone stukken gezien en monologen gezien van mensen. Josse de Bouw, in der tijd monologen, wat ik 4 keer ging dan gaan kijken als ik zelf op de toneelschool zat, omdat ik dacht, oh, als ik dat ooit zou kunnen in mijn leven. Maar ik ben toch blijven steken op één dat ik ook op mijn kabinet gezet heb. Een uitspraak van Iels. Life is funny, but not haha funny. Zalig. Zalig. Dat is cool. Ja. En was je daar zelf achter van betekenis, denk je? Maak daarvan wat je wilt. Ja. Voor mij is dat zo, het is een beetje mijn leidmotief in de dingen dat ik schrijf ook. Ja. Dat is de pijn van het zijn. De potsierlijkheid van de mens vind ik dat. It's funny, but not haha funny. Ik hou daarvan om te laveren op het koord van... Was grappig en was ontroerend eigenlijk. Ja, was zeker. Dus zo... Ik vind dat zo'n geestige... Ja, een toffe spreuk. Ja. Fantastisch. Ja. Oké. Okay. Ken je Iels toevallig, Pieter? Nee, helaas niet. Iets om te ontdekken. Ja. Prachtige band. Ja, mijn man is een heel grote fan van Iels. Is het waar? Iels, ja. Dus vandaar wel. Ja, toffe man. Ja. Ik heb al veel bijgeleerd, moet ik zeggen. Zeker en vast. Nu, er wordt dag van vandaag ook heel veel rond geluk, over geluk gesproken. De ene definitie van geluk is de andere ook niet. Maar mocht je nu zelf als eerste deelvraagje kunnen zeggen, hoe gelukkig ben je op een schaal van 1 tot 10? Hoeveel zou je jezelf dan geven op de gelukheidsschaal? Oh, dat vond ik ook wel zeer moeilijk. Omdat ik net zo in een periode zit dat ik alles een beetje aan het herbekijken ben. Van, bijvoorbeeld ben het aantal voordrachten een klein beetje aan het verminderen om ook tijd te vinden om dingen te schrijven weer. Aan de ene kant vind ik heel veel geluk in die momenten waar ik over verteld heb. Dus, ik zou zeggen 7, omdat het zeker nog wat kan groeien. En ik denk ook dat als ik de tijd ervoor neem, dat ik er wel zou geraken in die zin. En ook geluk is niet een perfecte staat, denk ik. Het is eerder in die kleine dingen, in die kleine momenten. Ja, dus dat is eigenlijk ook geluk voor jou. Ja. Die kleine momenten die... Ja, het doen wat je graag doet natuurlijk. Ja. Doe wat je gelooft. Gevoel dat je een verschil kan maken, ook wel een beetje. Natuurlijk, maar, wat is 7 op 10? Ja, ik vind een cijfer wel heel moeilijk. Voor de ene is dat goed, voor de andere is het leraar Steven, dus 7 op 10, ben je dat zelf goed of? Ja, op de neef is dat de max, hè? Ja, zeker. Ja, dat is... Ik zou nooit 10 op 10 geven, denk ik. Nee. Denk je dat dat mogelijk is, iemand die 10 op 10 gelukkig is? Ja, je zegt van wel, mij is wel, je kunt er eigenlijk geen cijfers op plakken, maar ik zou mezelf nu toch wel, potverdikken, wel een heel hoog cijfer geven. Op dit moment in mijn leven. Ja. He, want dat is natuurlijk dat is een fantastische vraag om over te gaan filosoferen. He. Want hoe gelukkig ben je? Je kunt dat niet meten. Nee. Maar eigenlijk, als ik nu kijk waar ik nu ben in mijn leven, met hoe ik leef en met de mensen rondom mij, dan zou ik echt niks aan willen veranderen. Dus dan komt het toch aardig in de buurt van
wauw, ben ik gelukkig, zeg. Ja. Toch? Ja. Mm-hmm. Natuurlijk. Er zijn dingen dat ik misschien, dat ik denk, ja, ik zeg daarnet ook, ja, ik zou wel direct met mijn moeder terug een koffie willen gaan drinken. Maar ja, sterven hoort bij het leven en je leert er veel uit. En helaas. Ik heb ook daarnet verteld dat wij met de broers zoveel hechter zijn sinds de dood van mijn moeder. Dus dat heeft ook iets... Dus de balans van het leven, hè. Dan denk ik, ja, ik vind mezelf eigenlijk vrij gelukkig. Ik doe de dingen die ik graag doe. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat ik tijd heb om de dingen te doen die ik graag doe. Dat ik de weg gevonden heb om tijd te maken of te kopen voor mezelf of zoiets. Mm-hmm. Om dat te doen. Ik zie dat mijn gasten gelukkig zijn. Mijn dochter die wil kinderpsycholoog worden. En ik vroeg haar een keer... Waarom kies je voor kinderpsychologen? Want mijn vrouw is psycholoog, maar die heeft altijd rond seksualiteit en relaties gewerkt. En zij zei, ja papa, ik heb zelf zo'n goede basis gehad, ik moet daar toch iets mee kunnen doen voor kinderen die dat niet hebben gehad. Kun je nu als vader een schoner compliment krijgen? Ah ja, dus dan denk ik, hallo. Ja. Dus ja, om daar nu een cijfer op te plakken, bon. Ik denk, ja, ik vind mezelf behoorlijk gelukkig. Ja, nee, maar dat is goed. Dat is zeker. En ik vind, Matthias, dat je de tweede vraag een beetje beantwoord hebt door je ja, antwoord. Ja, zeker. Volledig. Ja. Wat is geluk voor je? Ja, maar absoluut. Is echt waar. Ik zat met mijn busje, met mijn vrouw. Wij waren in Amsterdam naar een toneelstuk gaan kijken. We hadden dat gecombineerd met Eva van der Gucht, dat is een goede vriendin van mij. En zij woonde in Amsterdam. We gingen daar gaan eten. Dus wij met ons busje naar Amsterdam. En je hebt onder Amsterdam het Amsterdamse bos. Een soort, wat er ook een camping is. Dus wij hadden met ons busje naar daar. En dan met de huurfietsjes naar Amsterdam. Ja. Naar het theater. En dan en goed gaan eten eerst. En dan naar het theater. En dan zo nog wat in Amsterdam gingen. En daar reden wij s'nachts met dat fietsje terug. We hadden een voorstelling gezien die ons ongelooflijk ontroerd had. Eigenlijk heel hard geraakt had. En wij rijden terug en we komen op die camping die ondertussen stil is. En we stonden aan het water en we trekken een flesje wijn open. En wij zitten, mijn vrouw en ik, zo in dat Amsterdamse bos. En wij zeiden toen tegen elkaar, zie nou zenuw zijn. Dat is toch fantastisch. En wij begonnen zo te over ons leven te bouwen. We zijn 26 jaar samen. En we begonnen zo een soort round-up te maken voor dat je zo letterlijk ups en downs, hè, alles meegemaakt, hè, maar dat je zo kunt zeggen tegen, oh, weet je nog dat? Oei. En weet je nog die keer? Oh, lalalala. Zo dat. Ja. En dat je op een punt komt dat je denkt, amai. Nee, dit zou ik echt niet anders willen. Ja. Heerlijk. De max. Mooi. Heerlijk. Heel duidelijk. Ja. Oh. Dat is ook weer uiteindelijk een klein moment. Het moment zelf, maar uiteindelijk met zoveel betekenis. En zo groot. Ja. Zo'n groot moment. Tegelijkertijd. Grootheid en zijn kleinheid. Ja. Echt wel. Zo voelde dat aan. En je denkt, dit is gewoon een heel groot moment. Dat is een klein moment, dat is niks. En wij zeggen, er gaat geen dag voorbij, of wij zeggen dat tegen elkaar. Dat is echt waar. En dat is ook sinds de dood, sinds de diagnose. Ondertussen... Oh, een paar keer te veel in Lucristi in het funerarium gestaan de laatste tijd, ook wel. Mm-hmm. Hè? Gasten van mijn leeftijd, jonger, net iets ouder. En dat je dan echt bewust tegen elkaar, elke dag zeggen wij dat tegen elkaar, van, dat we elkaar graag zien, dat we blij zijn dat we met elkaar zijn. Ja. Nee, maar het is... En dat is echt, dat is waardevol. Mm-hmm. Zeker weten. Dat we zeggen tegen elkaar, oh, wij zijn toch zaal zijn. Zo dat. Wij zijn toch zaal zijn. Ja. Nee, maar het is zo. Dat is toch geweldig. Ja. En dat inzicht komt dat met de jaren, met denk de leeftijd, of zeg je... Denk dat wel. Ja. Ik vind dat mooi dat je dat zegt. En het frappante is dat ik het gevoel heb dat ik het een beetje vergeten ben, maar nu terug aan het herontdekken. Maar als ik... Maar volgens mij zei het vol een bak aan het herontdekken, anders zou het er nu niet over hebben. Ja, dat is ook waar. Maar ik weet nog, toen ik ziek was, of de kort na, dat was elk klein ding was zo... Een godsgeschenk, hè. Mm-hmm. Nee, maar dat zijn zo de dingen, dat blijft ook niet natuurlijk. Ja. Hetzelfde, voor mij was dat de geboorte van mijn dochter. Mm-hmm. Als mijn dochter geboren was, dan dacht ik, wist niet wat er gebeurde, wat er door mij ging. Maar jongens toch, ik kon dat niet beschrijven. En ik herinner mij, ik zat in de auto, dat is woord 23, hè. Ik zat in de auto met Wim Obroek. En we waren aan het babbelen en het ging over de geboorte van ja, hij had dat al meegemaakt. En dat ik zei, oh, alles is ineens zo relatief. Alles is zo relatief. Dat is...
En dat acteren en theater en het... Ik dacht, woep, dat is allemaal niet belangrijk. En Obbroek zei toen ook, ja, wat komt terug, hè. Waarmee je bedoelde, kan ook niet. Je zou ook niet meer functioneren. Nee, dat klopt. Je zou ook niet meer functioneren als het alleen maar dat was. Ja. Maar het is wel goed om er terug bewust van te worden. Ja, absoluut. Want dat is een beetje heb en vloed, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Dus, duidelijk antwoord, ja. Steven. Dus, mij. Jullie hebben allemaal gekozen in jullie leven. Jullie zijn een bepaalde richting ingegaan. Maar stel dat je toch een ander beroep zou moeten uitoefenen. Heb je daar een idee van wat je zou doen, wat je geworden zou zijn? Wel, ik moest denken, de reden waarom ik rechten ben gaan studeren, was nogal idealistisch. En misschien dat ik daarin terug zou verdiepen. En wat was dat? Mijn doel was om jurist of advocaat te worden voor verwaarloosde en mishandelde vrouwen en kinderen. Mm-hmm. Wauw. Ja. Hoe heet het? Nogal een raar kind geweest soms. Met altijd zo van die ideeën en van die dromen en van die... Mm-hmm. Ja, maar ik heb mij daar echt beginnen verdiepen. Want bijvoorbeeld antidiscriminatiewet enzovoort, mm-hmm. dat is allemaal vrij recent. En ik wist dat er met die vluchthuizen, er is daar geen budget. Die mensen kunnen ook veel meer ondersteuning gebruiken dan ze nu krijgen. Dan wordt er nog altijd veel te weinig rondgewerkt. Mm-hmm. En ik vermoed dat ik dan daar naar terug zou gaan en me daarvoor tijd zou maken om daarvoor in te zetten. Straf. Oké. Okay. Ja, schoon. Amai. Dat is dat rechtvaardigheidsgevoel. Dat komt echt 100% Ja. En dat idealisme, is dat overeind gebleven naar wat je nu nog doet? Ja, dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest in vrouwenrechten, rond vrouwenrechten te werken enzovoort. Dat blijf ik wel heel nauw volgen op die manier. En ik heb een geluk. Ik ben geboren op 8 maart. Ja, 8 maart is internationale Vrouwendag. Ja, dus toeval. Want ik geloof niet echt in lot of van die dingen. Ik vond het wel... Volgende vraag. Ik vond het wel te mooi om er niks mee te doen. Dus wat doe ik nu? Het enige wat ik een beetje verbind met wat ik nu doe, is dat ik het op 8 maart breng ik een aantal straffe dames samen met de eerste brouwmeesteres van ons land, die nog leeft, 95 jaar. Een heel straffe man. Amai, fantastisch. Ja, 95? Dat is zo'n inspirerende madame, echt nog altijd gedreven. En, ja, fantastisch. Allee. Als ik een idool heb, is het haar. Bedoel. En je brengt het samen, wat bedoel je daarmee? Met een aantal ondernemende straffe madammen die ook zo ervoor gaan. En dan klinken we op de vrouwenrechten, dan klinken we op de geschiedenis. En bier is eigenlijk in de geschiedenis bij de vrouw begonnen. Vandaar dat we dat dan al zo met bier doen. En op die manier dat toch een keer santé, om het wel onder de aandacht te brengen. Fantastisch. Chapeau. Ja. Matthias? Ja, die vraag, ik heb daar mijn hoofd over gebroken. Er staat, je moet morgen verplicht voor de rest van je leven veranderen van beroep. Ja. Ik vond dat tamelijk een doem gedachte eigenlijk. Mm-hmm. Omdat ik heb een raar beroep. Hè. Of mijn beroepsleven voelt zo niet altijd als een beroep aan voor mij. Mm-hmm. Ik heb altijd het gevoel, ik heb ook altijd tegen mijn kinderen kunnen zeggen, papa moet gaan spelen. En dan zeiden mijn kinderen nog tegen andere kinderen, ja, mijn papa is gaan spelen. En dat klinkt een beetje... Ja. Of zo van, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Ja, maar het is ook zo. Ik weet niet wat het is om een reguliere job te hebben. Ik heb daar geen idee van. Om gewoon een reguliere job te hebben. Als in 's morgens 8 uur te komen op kantoor. Dus ik weet dat niet. Ja, nee. Toen ik kind was, zei ik altijd dat ik onderwijzer ging worden. Mm-hmm. Lagere school. Dat had eigenlijk alles te maken met mijn meester van 2e en 6e studiejaar. Ik wou eigenlijk, denk ik, nu met terugwerkende kracht, ik wou eigenlijk meester Patrick zijn. Meester Patrick. Ja, ik wou meester Patrick zijn. Dat was zo'n inspirerende mens, dat was een fantastische leraar. En ik heb heel lang gezegd dat ik onderwijzer ging worden. Ik had er nooit aan gedacht om acteur te worden, totdat ik in het 6e middelbaar zat. Toen zei ik nog altijd dat ik onderwijzer ging worden. Mm-hmm. Toen deed ik... Ja, eigenlijk stom toevallig mee aan een schooltoneel. Eigenlijk meer omdat er een maat van mij meedeed. Kurt de Frank kwam een stuk regisseren in onze school.
ja, ben ik ook maar naar die casting gegaan. Eigenlijk omdat mijn maat ging. En dan dacht ik, oh ja, dat kunnen we wel repeteren samen. En ik kreeg ik mocht de hoofdrol spelen. Dat was Erik of het kleine insectenboek. En ik was Erikje. Voilà. Dus ik speelde Erik plots. En dat was een openbaring, manneke. Ik stond daar ineens in het cultureel centrum van Tielt. De hoofdrol te spelen in een toneelstuk. Ja. En dat was de wereld die voor mij openging. En Kurt de Frank die is nog met mijn ouders gaan praten. Het was Kurt die tegen mij zei, zouden jij je ingangsexamen niet doen? Op de toneelschool. Ik wist bij God niet dat dat bestond, een toneelschool. Mm-hmm. Dus ik ben daar via Kurt ingerold. En dan denk ik, amai, wat een chanske, want dat bleek nu toch echt wel mijn ding te zijn, zeker. Mm-hmm. Hè? Ja. Maar ik heb er heel vaak teruggedacht van, zou ik eigenlijk, stel dat dat nu niet had bestaan, zou ik dan onderwijzer, misschien was ik onderwijzer geworden, maar ik was het waarschijnlijk niet gebleven. Ik denk het niet. Ik denk dat ik uiteindelijk nog een andere weg had. Denk het niet. Ik heb een broer die hoofdverpleger is op palliatieven. Dat vind ik een beroep dat ik denk, wauw. Ja. En dat is misschien iets dat ik denk, ah ja, zoiets. Ja, en dan dacht ik weer, ja, Matthias, testrijder bij Kawasaki, hè. Ja, voilà. Ah ja? Ja, moet ja, het voilà. Zo ver niet zoeken? Nee, ja. nee, zeker. Whatever. Ja, dus inderdaad. Ja, maar dat hoeft ook inderdaad geen eenduidige antwoord. Ik hoop vooral dat ik niet morgen verplicht voor de rest van mijn leven moet veranderen van beroep, eigenlijk. Nee. Maar lesgeven is ook een beetje toneelspelen, vind ik zelf. Ja, maar er bestaan veel misvattingen over toneelspelen. Hè. Misschien wel. Dat is wel waar. Misschien moet je niet toneelspelen als je lesgeeft. Ja, ik denk ook dat het heel specifiek is. Dat is ook een doordenker. Ja. Ja, ik weet het niet. Je staat voor een groep, dat is de vergelijking. Ja. Geen applaus. Krijg geen applaus. Op het einde van het jaar. Ja, dat is wel een klein van applaus. En ze roepen zelden bies, hè? Ja, zelden bies. Top. Ja, ik denk ook dat je daar. Mijn man is leerkracht en hij heeft eigenlijk zo'n switch gedaan. Hij is historicus, dus geschiedkunde en per toeval. Een interim gedaan in het lager. Ik vond dat zo leuk dat hij zich herschoold heeft. Ah, kijk, voilà. Ja, hopla. Ja, en hij doet dat doodgraag. Ja, maar ik snap dat merkt dat ook. Ja. Ook zo genomineerd, een keer voor leerkracht van het jaar. En hij doet zo heel veel de extra dingen. Hij leert ze schaken. Gepassioneerde leerkracht. Hij leert trouwens ook brouwen. Schuiterend. Ze brouwen voor vaderdag bier in de klas. De max. Maar ja, maar je moet... Ik had een maat... Dat was ook zo'n onderwijzer. Allee, dat was dan een maat van mij. Hè. Wat had die niet met zijn leerlingen? Die maakte een film ieder jaar ook. Maar echt, hè. En monteerden en al. Ze schreven met z'n allen, met de klas schreven ze het verhaal. Er waren altijd ridderverhalen en zo. En dan gingen ze dat gaan filmen in Tielt, in het park en in de dingen, allemaal verkleed. En echt zo'n film. En die in de klas liet hij... Die legde Mozart op als die aan het... En die babbelde daarover. En die was zo geïnspireerd en zo bezig. En ik dacht altijd, wauw. Maar ik weet niet of ik het... Ik denk het niet meer. Ik dacht het toen. Ik denk niet dat ik het zou hebben. Ik denk ook niet dat ik het geduld nog zou hebben of zo. Ja, er komt wel veel. Ik denk dat ik te veel een loner geworden ben om dat nog te kunnen. Ja. Ja. Al, ik zou het ook niet kunnen. Als ik zijn werk zie, dan weet ik dat. Het publiek is wel veranderd, denk ik. Ook al. Ook, ja. Ook al, natuurlijk. Ik moest dus inderdaad, want ik werd eens gevraagd door... Een aantal leraars van Trits om over scenario te komen praten. Mijn gasten die op Trits zitten en die dus regie en scenario gaan doen, dus die fictie doen. Hè. En dat ging over de scenario's natuurlijk van Marsman. Dus dan zit al in een richting die daarover gaat. Dat zijn gasten die allemaal filmschool doen. En ik kwam daarvan voor en had Le Cogge en Mark Liebhart die mij vragen stelden. En ik zie daar gewoon een grote klas waarvan, denk ik, een derde... min of meer naar mij aan het luisteren was. Een twee derde totaal niet. Dan dacht ik ook... Oei. Dit is raar. Ja. Waarom sta ik hier eigenlijk? Ja. Ja, op die manier. Hè. Smartphone. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Laptops. Ja, alles bij. Ja, oortjes. Okay. Ongelooflijk. Ja, dus ik denk voor de klas staan nu dat een grotere uitdaging is dan vroeger. Maar als je ze mee hebt, is
fantastische job. Steven was een fantastische leerkracht. Ik herinner hem eigenlijk ook op die manier. Dat mag ook gezegd zijn. Iemand die inderdaad altijd voor zijn leerling en zo met humor en die ze mee had, eigenlijk iemand van naar uit te kijken. En ik denk dat eigenlijk dat voor vandaag een beetje moeilijk is. Dat je leerkrachten hebt, want de beste leerkrachten zijn er ook geen 10 die je opzomt. Dus meestal 1 iemand of 2. Meestal, hè. Van mijn middelbaar was dat Steven. Bij meester de, ja, altijd. En onthoud denk ik de mensen die... Meester Patrick voor Pieter. De meester Patrick, van Pieter, maar die drive hebben, die zoiets zijn van dat is interessant. Maar het is wat hij zegt, je kunt ze op je een hand tellen. Ja, sowieso. En ik heb, en zelfs later, zelfs het conservatorium, als ik al toneel deed, als ik denk aan die... Dat is dan een beroepsopleiding. Dat is een opleiding voor om... Ik bedoel, je wilt beroepsacteurs maken. Mm-hmm. Als ik denk aan wie daar allemaal les gaf, man, dan denk ik, jongens, wat een tristesse eigenlijk. Twee mensen die daar rondliepen, zie ik echt voor mij als... Dat zijn voor mij meesters geweest, voor mij in de oude zin van het woord. Hè, wat dat je een leerling, een meester-leerling verhouding, die u iets leren over dat vak acteren, die u enthousiasmeren, die u... Allee, twee... En al de rest... Dat is niet zoveel, hè. Dat is niet veel, hè. Nee, dat is niet veel. Nee, zeker niet. Pas op, de rest is ook een leerschool, hè. Je leert ook wat je vooral niet wilt worden. Feet. Kan ook zeer interessant zijn. Zeker, ja, sowieso. Dat is ook waar. Top. Ja. Oké, dan zijn we helaas al aan de voorlaatste vraag terecht te komen. Sophie, wat is je ultieme guilty pleasure? Dat is een vraag die vaak terugkomt in tijdschrift en zo, maar we vonden het een leuke vraag om eens te stellen aan onze gasten. Ik dacht... Ik zal eens gewoon ervoor gaan en compleet eerlijk zijn. Dan. Eén is een redelijk deftig iets nog. Eén is... ik ben dol op patisserie. Nee, maar doe maar twee. Skip één. Maar tweede, ja, dat kan iedereen mij goed blijven mee uitleggen. Maar ik vond dat altijd, dat is echt een guilty pleasure. Zina, de Warrior Princess. Gewoon zo leuk te Zina, de Warrior Princess. Dat is eigenlijk niet goed, maar dat is zo zalig. En daar ook wel mee opgegroeid. En ik denk dat het voor mij ook wel een van de eerste keren was dat ik zo'n vrouw zag die ervoor hing. En ik vond dat wel tof. In plaats van Hercules of al die andere series. Ja, echt... vond dat wel bezant, Het toont niet echt goede smaak van mij, ik weet het. Maar ik vond dat... Maar dat is een guilty pleasure. Niet altijd de goede smaak. Maar de eerste was patisserie. Dus, ja, dat is echt een hobby. Ja. Geworden. Ook wel een beetje van thuis uit. Mee, moeders... Mijn ouders zijn echte foodies. Elke race dat ik me herinner stond in teken van eten en drinken. Bier niet, maar wel, ik weet nog, oesterkwekerij, zoutmijnen, honingboeren. Ik bedoel, dat was alles eten en drinken. Al in de race, maar dat niet in totaal. Echt van alles erop. Oké. Okay. En dan, mijn moeder jaren ook zo gedaan enzovoort. En dat leren. Het is een beetje overal, maar ik hou van patisserie, de technieken leren en dat creëren en dan echt iets heel mooi maken. En ik ben getrouwd met een man die zo blij is met die hobby. Want hij heeft een bijnaam, niet alleen door mij, maar ook van de vrienden, Cookie Monster. En dat is letterlijk het... En op school ook? Is dat ook zijn bijnaam als leraar? Ja, er is zo'n running joke op school dat hij... Een van zijn leerlingen vroeg op dat moment... Ja, meester, waarom heeft Zil altijd zo'n goede punten? En hij antwoordt, maar zei, weet je dat niet? Zij krijgt antwoorden. Oeh, zij krijgt antwoorden. Ah ja, een kilo chocolade, het is in orde. Ja. En dat is zo'n running joke geworden. Door de school, dat zelfs door de oud-leerlingen nu wordt doorgegeven. En ze hebben hem dan een cadeau gegeven. En dat is zo'n kader. En er zitten achter dat glas repen van Côte d'Or. En er staat op, breek in geval van nood. Nee, dat zo van die dingen. Heerlijk. Fantastisch. Mathias, guilty pleasure? Guilty pleasure, ik ga toch een beetje aansluiten bij u. Ik ga die patisserie dan toch opeten, denk ik. Gewoon. Chocolataartje met een kaffetje. Ja, een chocolataartje. Dat is een beetje mijn guilty pleasure. Dat is niet erg, hè. Maar dat nee, is zo, totaal, dat is een niet. Beetje dat, totaal niet. En misschien ook dat ik wat te veel FIFA speel. Ja. Maar dat is, verder in sport geraak ik niet. Dat is zo. Want het verbaast me, je hebt niets met voetbal, maar toch? Ik heb niks met voetbal. Mensen verschieten ook altijd. Hè. Ik word stilaan 50 en dat verwachten ze dan ook niet. Theater en cultuur en FIFA. Kan een perfecte guilty pleasure zijn. Ja. Dus inderdaad. Waarop kan dat keigoed, hè? Ja. Ik kan dat bar slecht, dus ik ga niet uitdagen. Ja. Maar mijn vrienden ook dan nog meestal alleen? Of?
En meestal alleen, of tegen mijn zoon af en toe, en nu met het lief van mijn dochter nu ook. Ah, ja, voilà. Een goede test, hè. Ja, FIFA met het... Schoonzoon, zo. Ja. En dan zo doen alsof dat je niet wilt verliezen. En dan... Het is keigrap. Dus dan is dat de eerste keer dat je daar eigenlijk deftig mee... Hè? En dan speel je een matchje en dan zeiden ze, maar ik kan zien dat ik win, hè. En dan houdt hij hem zo wat in. Dan weten die niet dan goed. Natuurlijk, ja. Dan weten die niet goed. Is het nou niet serieus? De max. Ja, okay, voilà, dat zal het zo wel zijn. Oké, okay. En dan de laatste vraag. Dan blijven we eigenlijk een heel mooie vragenreeks. Die hoeft eigenlijk ook niet zo uitgebreid te zijn. Je mag op de Rote Markt van Brussel een billboardje neerzetten. Zonder abonnement of eender wat, dat staat daar gewoon. Een groot billboard, dat groot de mensen mag zien. Ja, dat de mensen mag zien op de Grote Markt. Iedereen ziet het en er staat één zin op. Of één woord of een quote. Ja. Wat staat erop? Ik twijfel tussen... Ik heb twee mogelijkheden. De eerste dat ik dacht was... Dat is een hele mooie spreuk eigenlijk dat ik nog niet zo lang geleden voor het eerst zag. Wijze mensen hebben twee meningen. Hun eigen mening en die van de ander. Ja. Mooi. Het zou een schone zijn. Ja, top. Ik zie hem al staan. Mijn andere optie was... Mooi. Arme Fernand Huts. Ja, pas op. Kan ook. Ja. Er zal eerder het gesprek aan bod gekomen. Ja. Het begon als een mopje. Ja. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe beter ik die een billboard zou vinden. Arme Fernand. Ja, omdat ja. Je dan... dan zou ook kunnen zeggen arme Donald Trump, hè, vooral ja, duidelijkheid. Arme, weet ik veel. Er zijn er nog wel een paar dat je daar zou kunnen opzetten. Maar laat ons voor ons, hier in Vlaanderen zijn... Beelden winnen dat er op de markt in Brussel een grote billboard staat. Arme Fernand Huts. Dan zet iets in gang. Dan gaat erover gepraat worden. Dan zeg je, waarom? En dan beginnen mensen zelf te denken. Maar dat is nu toevallig een van de rijkste mensen van ons land. Mm-hmm. Ja. Je kunt zelf een crowdfunding voilà. Opstarten, dat billboard. Ja. Ik zou dat ook een goede vinden. Ja. Ja. Is het een beetje gewetensschoppen van mensen dat je wilt doen daarmee? Ja. Dus dat gaat mij ook over, ja, wat is rijk zijn, hè? Wat is, ja. Zijn jij rijk als je zo'n stoeme uitspraak kunt doen? Als je zo'n narrow-minded denkbeeld, patroon hebt, dan zijn we niet zo rijk, hè? Nee. Oké, okay, dus een duidelijk billboard of billboards. Mm-hmm. Sophie, op de Grote Markt van Brussel, welke slagzin, woord staat er bij jou? Wel, ik zou inderdaad het billboard van Matthias zeker steunen. Absoluut. De grote maan, de crowdfunding is al begonnen. Ja, ja. 10 euro. Want op het einde van mijn opiniestuk had ik hem eigenlijk uitgenodigd om eens een biertje te gaan drinken. Ja, Fernand Huts. Ja. Ik denk van, misschien moet ik het eens gewoon wat beter toelichten. Ik kan dat helpen, maar hij heeft nooit gereageerd. Fernand toch. Jammer. Van je serie. Om het beter op een billboard zetten na deze Ja. Misschien, ja. Goh, ik denk dat als ik iets zou meegeven, is het iets wat ik geleerd heb door de dingen mee te maken in mijn leven die mij gevormd hebben en ook mijn beslissing gevormd hebben. En dan zou ik dat willen meegeven van je hoeft niet ziek te worden, je hoeft niet ernstig mee te maken van ik wil u dat nu al meegeven. Namelijk, wacht niet. Het leven dient om geleefd te worden. Wacht niet op toestemming, wacht niet op later, wacht niet. Wacht niet. Ja. Leef nu. Ja, ja het is cliché, maar het is dat is zeker, wel... Ja, maar het is... Clichés zijn waar, hè? Anders zouden het geen clichés zijn. Ja, dat is ook waar. Nee, dat is ook waar. Ja. Ja. Zelf past ook naast elkaar. Dat is waar, zeker, ja. Arme Fernand Huts, dat is naast elkaar. Ik dat zijn inderdaad heel duidelijk. Ja. Wacht niet. Zorg dat je leven kwaliteitsvol en zinvol is. Ja, schoon. Wacht niet. Voilà, dan zijn wij op het einde gekomen van... Van de podcast, van Tweespraak. Ik hoop dat je elkaar een klein beetje beter hebt leren kennen ook. Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat is een heel, moet zeggen dat het ook heel boeiend was voor ons. Vond ik het dus ik vond het zeer interessant. Ik vond de openheid van jullie super. Omdat natuurlijk, het is een podcast voor een publiek dat jullie niet kennen. Maar dit horen ze ofwel in de auto, of als ze aan het lopen zijn, of op de motto, of eender wat. Ja. Luisteren naar de podcast. Dat is ook al belangrijk inderdaad. Ja. Ik moet zeggen, heel open vragen ook en een heel mooie... Ja. Maar het is leuk om dat soort vragen te krijgen, eigenlijk. Omdat het allemaal vragen zijn waar je dan toch even moet over nadenken. En je kunt niet zomaar,
een eenduidig antwoord geven dikwijls. En dat vind ik goed, want dan opende eigenlijk een gesprek. Hè. Ja, wat vonden jullie de moeilijkste vraag? Die vraag is dus niet doorgestuurd op voorhand. Nee, wat vond je de moeilijkste vraag? Of een vraag die zegt van, tja, daar heb ik eigenlijk het langst over moeten nadenken. Ik moest langst nadenken over wat was je beste investering voor maximum 100 euro ooit. Maar misschien was dat omdat ik die te letterlijk nam. Ja. Ik was letterlijk aan het zoeken naar wat heb ik ooit gekocht waar ik echt zo blij mee ben. Dus ja, maar een keer dat we dan in het gesprek zaten en jij had dan ook zo over die boeken. Ja, en over de iPad. Dan, En dan, ja. Hey, Sophie? Ik denk de eerste vraag nog het moeilijkste was, omdat ik naar een specifiek moment aan het zoeken was. En dan dacht ik eigenlijk, is het dat niet? Nee. Fantastisch. Oh. Tof. Super, ook bedankt Steven om het te begeleiden. Ik ben heel tevreden, Pieter. Ik ben ook heel tevreden van de eerste podcast, de eerste tweespraak. Kijk. Er komt er nog heel veel aan, maar ik wil jullie alleszins ook bedanken om hier naar Kortrijk af te zakken voor onze eerste editie. En ik wens jullie ongelooflijk veel succes in het schrijven, alles wat in het acteren. Voilà, alles wat je doet. Want er was nog groot nieuws dat je gedeeld hebt. Mag het publiek dat nog niet weten, toch? Ja, het is te zien wanneer wordt die podcast, wanneer is normaal gezien in januari. Je bent niet verplicht, van we kunnen het ook als teaser houden. Dan mag iedereen het weten. Ik ga een langspeelfilm maken. Voilà. Wauw. Ik heb steun gekregen van het FAF. Proficiat. Om een langspeelfilm te maken. Een scenario waar ik al 4,5 jaar mee bezig ben. Voilà. Fantastisch. Dus kijk. Ja, het is een lange weg, maar voilà, hij gaat er komen. En de titel is J'aime la vie. Zalig. Wow. Serieus? De Max, J'aime la vie. Ja. En het gaat niet over Sandra Kim. Ja. Nee. Super. Nou ja, het gaat echt wel over het leven. Machtig. Ja. Kijk er nu al naar uit. Ja. En fantastisch. In 2021 in de zaal. Ja, we gaan hem pas draaien in voorjaar 2021 ten vroegste. Dus dan zal die, als alles heel vlot gaat, najaar 2021 misschien in de zaal zijn. Ja. Ik reken eerder voorjaar 2022 dan. Dus maar tijd gaat snel, hè. Nee, we zullen het nu al in onze agenda zetten. Zeker. Fantastisch. Voilà. Bedankt en tot binnenkort. Dankjewel. Super.